En nu de Pladutse straat in met Marco Serpellini en Museu. Marco Serpellini die het hendeltje nog eens opentrekt. Een meter of 30, 35 neemt Museu, laat dat gebeuren. Die weet dat het nog wat te vroeg is om nu al mee te gaan. Museu denkt de Koppenberg, nee, nog iets te vroeg. De Taienberg, daar brak het vorig jaar. Ja, maar kijk, dit zijn dus van deze acties die een groepje kunnen forceren. Hè. Dus deze kerel gaat nu eraan, er komen er twee, drie aan. En op deze manier kan er soms een vrij selectief groepje gevormd worden. Eigenlijk vooraleer dat de bergzone zelf er is. Eigenlijk in de tussenstukken kan het soms belangrijk zijn. Dat is dus wegrijden in de hoop dat er iemand meekomt. Ja, en die mannen rijden eigenlijk vrij snel en vrij gemakkelijk eigenlijk altijd weg, hoor. Het is niet echt een demarrage, maar gewoon versnellen. En iedereen zit een beetje te kijken en af te wachten. Kijk, we krijgen ineens 7, 8 mensen in de achtervolging op die vier koplopers. De vier koplopers nog altijd met een voorsprong van 3 minuten en 10 seconden. Ze zullen dus ook nog wel de Koppenberg overleven. Met z'n tweeën, naar alle waarschijnlijkheid, die twee Duitsers dus. Wie komt hier nu naar voren geschoven? Ah, Bettini is mee. Bettini wordt nu al in de vuurlijn gestuurd. Ik denk ook Cassani is daarbij. Die was er vorig jaar ook goed bij. Die ging zelfs mee tot aan de muur. Sacchi denk ik ook. En Bettini. Dit is in elk geval Cassani. Er is ook iemand van Siederbeck mee. Siederbeck moet ik zeggen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renners. Nou, je ziet, het zijn best renners die... Ik dacht dat ook Paulini erbij was. Daar. Ja, hij heeft zijn tweelingsbroertje mee. Luca Paolini. Dit is een aantrekkelijk groepje, maar zijn er Belgen bij? Hier is Serpellini, dit is Paolini inderdaad. Dit lijkt me Sacchi. Dan hebben we iemand van Fassa Bortolo en Lombardi. Het zijn toch allemaal best serieuze kerels. En dat is dat wat ik zei, ze rijden dus niet weg op de helling zelf, maar ze rijden ertussen weg op zo'n tussenstuk. En eigenlijk zonder veel moeite eigenlijk, maken ze direct een gat. Roberto Petito is er ook bij. De man van Cycle is inderdaad Fabio Sacchi. Hier komen de Italianen. Een stuk of 6-7. Ja. En Drek en Bettini en Paolini in de vuurlijn, dus. Het zijn allemaal Italianen. Hebben ze schrik van de Koppenberg misschien, Michel? Het zijn allemaal mannen die op Bettini na niet meteen aan de aankomst bij de eerste verwacht. Maar langs waar is het? Paolini die vroeg aan een van die agenten, langs waar is het jongens? Ah, het is langs daar. Zij zijn dus aan de Koppenberg bezig. En daar doen we het dus met een vaste camera. Met Durand, Rich, Lize en Van der Kooij, ze zijn weer samen. Nou, de Koppenberg is dus nog altijd ontzettend lastig natuurlijk. Maar door het herleggen van de kasseien is er toch iets beter tegen vroeger. Dan was het helemaal niet te doen. Maar het blijft toch een 5-sterren helling zoals je merkt. Ja. En ik vraag me af wie die man van Siedermek is. Die naam hebben we nog niet. Die gele mannetjes. Nog niet te nerveus worden, dames en heren. Doorgaans gaat er wel zo'n groepje wegrijden. Maar dan is het meestal zo dat de overwinnaar dan toch nog in dat peloton met de favorieten zit. En hier dan op dat steile stuk op de Koppenberg. Waar we ook gisteren hectische toestanden meemaakten. Een paar auto's die hier hopeloos doldraaiden. Een camper die naar boven wilde. En dan 200, 250 wielertoeristen te voet naar boven. Ontgoocheld. Omdat ze de Koppenberg niet overwonnen op de fiets. De Duitsers weer oersterk. Het komt hier eigenlijk niet op klimmerscapaciteiten aan. Het komt op kracht aan. Op explosiviteit ook. Sprinters zijn vaak beter in dit vak dan deze mannen. De strafste stoot hier ooit gezien is de klim naar boven van Roger de Vlaming. Ja, dus ik vind ook een straffe stoot. Het is Erik van der Aarde. Die op de fiets bleef het jaar dat hij won in zijn kampioenentrui. Ik denk dat dat in 84 was. Iedereen te voet. En ik denk dat Erik plat of lek gereden was. En hij bleef gewoon op de fiets, laverend in het gootje. Zo tot boven. Dat was ook ontzettend. Kijk, hier zie je pas hoe Jacques Durand de stuurmanskunst duidelijk heeft. Om door op die 10 centimeter brede betonnen band te blijven. Ja. Op de Koppenberg wilde ook Kuiperis naar boven en die werd toen geduwd door een wat voortvarende supporter en die kreeg een oplawaai van Kuiper dat hij er slecht van was. Dat kunt u allemaal zien in dat centrum voor de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Is allemaal gemonteerd in die introductiefilm. Gabriele Balducci, heb jij die herkend vooraan? Ja, dus voor de mannen van Siedermeck. Dat zijn het allemaal Italianen? Ja. En een paar goede renners bij ook, hè.
Er zijn nogal wat mensen die ons vanochtend vroegen, hoe zit het, wie is nu jullie favoriet? En dan vaak een reactie daarbij, het zal wel een Italiaan zijn zeker? Nou ja, de Italianen zijn erbij, dus Cassani rijdt heel goed, Paoluni is heel goed, Bettini is heel goed, noem ze maar op. Ook Petito is niet van de minst hoor, Lombardi is heel sterk en dat is allemaal in functie, deze Lombardi bijvoorbeeld in functie van Cipollini en Petito in functie van Di Pozzato ofzo. Dus het zijn sowieso mannen die in de finale ook anders een rol kunnen spelen. Maar wie gaat er nu nog rijden? Want hier zijn twee mannen van de Quickstep vertegenwoordigd, maar voor de rest zijn dat allemaal mannen van verschillende ploegen. Het valt me op dat de jongens van ons en de Rabobankers niet paraat zijn, dus het zal van die hoek moeten komen. En de mannen van Rabobank die al de hele koers gedragen hebben. Ja, dat is dus wel een spijtige zaak voor de jongens. Die hebben heel de tijd op kop gereden en ze zijn nu nergens te zien. En ze zouden dat dus niet moeten opnieuw doen. Maar dat wordt lastig, want nu komen ze dus bijzonder snel. Om de 5-6 kilometer een helling. En daar in de achtergrond de echte favorieten. Bettini hier, met rechts Gabriele Balducci. Iemand die heel goed overweg kan met Kasseien. Cassani, die wisten we, waarvan we wisten dat hij goed in vorm was. En dan komt daar Fabio Baldato aan. Ah, Dave Bruylands, met Museeuw aan het wiel. Met Stefano Zanini, hier rechts in beeld. Zanini die indruk maakt, die dat tempo niet hoeft te maken, want hij heeft een ploegmaat vooraan. Dave heel sterk weer, dat heel goed. Michael Bogert een beetje moeizaam, maar hij gaat wel mee naar boven. Museeuw is goed. Kijkt achterom en ziet hoe de anderen zijn. En luistert naar de aanmoedigingen. Van Peteren gaat mee boven. En nog iemand van jullie ploeg. En Max van Eeswijk. Ik denk dat Cipollini een beetje zag wegdeemsteren in de achtergrond. En daar is hij. Ja. Nee, dat is Hondo. Dus daar willen we Hondo. En waar zit Ludo Dirks? Hebben we nog niet meteen gezien. Stewart O'Grady rijdt daar links naar boven. Nico Mattan met het nummer 145. Met het nummer 27, Matteo Tossato. Rolf Aldag. Met het nummer 161. Nogal wat mannen van Telecom die toch wel wat ver zitten. En Tom Bonen zag ik daarop net. Dat is ver. Voor Cipollini. Heel ver is dat. En ook Pozzato betaalt leergeld, want ook hij zit wat ver. We zijn boven op de Koppenberg. En een val. Een val bergop. Dat zien we steeds vaker. Ik denk dat Hondo gehinderd wordt door die val. En Bruylands die het tempo maakt. De wind blaast naar links. En waar rijden de anderen? Het is nog te doen, hè. Dus de samenstelling van dat achtervolgend groepje. Pieri, Petito, Bettini, Paolini, Serpellini, Balducci en Lombardi. Dat zijn er zeven en ik tel er hier acht. Dan missen we nog één naam. In elk geval vooraan hebben we Liese en Rich. En op 30 seconden Durand en Van der Kooi. Dat was boven op de top van de Koppenberg. Het peloton volgt daar op 2 minuten 30. Deze daar nog ergens tussen op een goede 2 minuten. De koplopers op weg naar de volgende helling. De Steenbeek Dries. En? Een heel lastig stuk. Wordt direct niet gezien precies als een helling zo. Maar ze hebben ze eindelijk toch opgenomen in dit parcours. Omdat het toch heel lastig is. En ik denk niet dat onze twee mannen nu nog gaan wachten op Durand en Van der Kooi. Het heeft geen zin meer, hè? En dan is daar een van die neutrale wagens, of van de bevoorradingsmotoren beter, tegen de vlakte gegaan op de Koppenberg. En dan krijg je dus weer die aloude Koppenberg-toestanden. Gelukkig is het niet vooraan in het koersbeeld, dus vooraan is de koers niet vervalst. Maar deze jongens gaan daar niet blij mee zijn. Nee. Met Bramati hier voorop. En Hunter die hier probeert weer op krachten te komen. Ja, deze mannen staan gewoon te voeten. Die kunnen het vergeten. En is dat Max van Heeswijk. Ik dacht dat hij al door was, hè? Met het nummer 192. Nee, dat was Jekimov die we daarnet zagen doorgaan. Dus het zou wel eens van Heeswijk kunnen zijn. En net voor de neus van Davide Bramati, die mag van geluk spreken. Ik denk dat de Koppenberg weer in vraag gaat gesteld worden. Ja, het moet lukken dat deze motor natuurlijk dwars over de weg gaat liggen. Alles wordt opgestopt. Hey, we zijn weer vooraan. Met Rich
en Liese. De voertaal mag geen probleem zijn. Een tweede bevoorrading. En nog eens naar de vaste camera op de Koppenberg. En dat lijkt me inderdaad Max van Eeswijk. Die inderdaad de voorbije dagen wat ziekjes was. En blijkbaar nog niet voldoende hersteld. Hoort u dat, dames en heren? Ook dit is de Ronde van Vlaanderen. Al kan die motorrijder daar natuurlijk weinig of niks aan verhelpen. Hè? Nee, kan. Het is zijn taak om daar naar boven te rijden. Het is een neutrale motor. Drinkbussen en wielen. Ja, komt deze man spijtig genoeg zuur te staan. Ja, de mens doet dat vaak uit goede wil en wordt er ook nauwelijks of niet voor vergoed. Maar ja, nog 65 kilometer hier bij die achtervolgende groep. Ja, en dus bij de nette zeven namen hadden we Cassani er niet bij. Ah. Niet van de minste. Ook zij draaien nu de grote weg op. Dat is de steenweg van Oudenaar naar Brakel. Maar dan gaan we dus straks weer af. En dan gaan we naar de Maria Borrestraat en dan naar die fameuze Steenbeek Dries. Dat is een hele brede weg. En dan kun je eigenlijk niet goed inschatten hoe steil dat daar wel loopt. Maar het is lastig. Ja, het is ontzettend lastig en het loopt ook niet hoor. En hier krijgen we een hergroepering. Met Museeuw in derde positie. Aan het wiel van Stefano Zanini. Zijn oude strijdmakker. En Torsten Rund op kop. Onbekende namen bij die Team Coastploeg. Ja, vrij veel. Maar ja, het zijn toch allemaal wel renners die iets kunnen. Anders zit je hier niet meer op deze moment op deze plaats in de koers. Museeuw zit daar nu in een zetel. Kan rustig laten begaan. Het Cipollini na de Koppenberg dan toch weer snel naar voren geschoven. Het is een beetje weer samengekomen. Het tempo is iets wat gedrukt in deze groep. Maar ze gaan toch deze acht mannen niet zoveel moeten laten voorspringen. Ook Jo Plankaert heeft zich weer wat beter weten te posteren. Het gaat hier altijd wat trager, want bevoorrading. En je kan die toch maar beter meegraaien. Ik denk in deze wedstrijd is het heel belangrijk om constant toch voedsel tot u te nemen. En liefst zo snel mogelijk in de wedstrijd. We zijn met de twee koplopers, dames en heren, op de Steenbeek Dries. Met Rich en met Liese op 64 kilometer van de aankomst. Ze hebben 15 seconden op Durand en Van der Kooi. En circa 2 minuten op dat achtervolgend groepje. Daar de cijfers van de Steenbeek Dries. 7% het steilste stuk, 5,3% gemiddeld. 37 meter uit de hoogteverschil. Het is eigenlijk de achterkant van de Stationsberg. Ja, het is dus eigenlijk een verraderlijke helling. Het lijkt eerst of het goed lopend is. En deze mannen, als ze het niet echt verkend hebben, zullen zeggen van dat maakt niet zo lastig. Maar straks loopt het echt verraderlijk stijl omhoog. Dus het is een heel moeilijke helling. En bovendien komt er dan nog een hele lastige, irritant lastige, gevaarlijke afdaling achter. Ja. De Stationsberg afrijden en die kasseien liggen zo hobbelig. Gevaar voor lekke banden dus. Ja, ook dat. En ook je moet even toch wat stuurmanskunst opplaatsen. En als je weet dat de Taaienbaar er direct achter komt, dus is een vrij cruciaal punt. Deze weg is altijd gevreesd bij de mannen. Op de Steenbeek Dries, dames en heren, zijn we 192 kilometer ver. Dat wil nu toch zeggen dat deze mannen 182 kilometer in de aanval rijden. Het gaat al beginnen in de kleren te kruipen. Het peloton wordt bevestigd op 2 minuten. Dat wil zeggen dat het groepje Cassani op een minuut 40 of zo bengelt. Hier gaan ze zeker heel wat tijd verliezen, deze jongens. Want achteraan gaat het nu best snel gaan. Dat kan je zo wel merken. Het is ook geen holle weg. De wind heeft me dan de woorden vrij spel. Kijk, je ziet het verschil. Hè. Dus hoe dat snel dat deze mannen gaan. Het lijkt wel Milan Sanremo. Allemaal Italianen. Achteraan Lombardi. Giovanni Lombardi. Marco Cerpellini, de man die ermee begon. Roberto Petito, ook veel kennis van Vlaamse wegen. Hier is Paolini, die zich meteen overal aanpast, hè? Die Paolini. Dan Cassani, 14 dagen geleden vader geworden. Alessandra uit het kleintje. Hier is Bettini, een van de kandidaten op de overwinning. Dan zien we Sacchi. En vooraan Gabriele Balducci. Ook een renner die altijd koerst op zijn temperament, die altijd tempo maakt en zich daardoor vaak een beetje vergaloppeert. En daarom ook geen winnaar is. Kijk ook naar de helm op het kopje van Sacchi. Het is serieus tempo in deze groep. Hè. Als je het vergelijkt met de leiders daarnet, is een heel groot verschil. Dit groepje wordt ook al geruggesteund door neutrale wagens. Ja, dat wil zeggen dat er al best een behoorlijke voorsprong is. Maar dus, nog geen minuut. Geen minuut, maar ja, toch al een kleine 30 seconden, anders gaan ze niet gaan tussen. Oké. Okay. Op de
op de Steenbeek Dries zijn wij eigenlijk ook al bezig met die volgende berg, dat is de Taaienberg. Maar nu naar Karel. Ja, en op die Taaienberg was het dat Museum vorig jaar met Van Petegem de sprong maakte naar de leiders toe. Benieuwd of ze dat vandaag ook gaan doen. In elk geval voorlopig moeten ze dat niet doen. Toch zeker Museum niet. Het zou kunnen dat deze keer Van Petegem de aanzet moet geven en dat Museum dan met Van Petegem gaat meeglippen. Hier vooraan Saki die even de kant kiest en daardoor naar voren kan schuiven. We kijken om en we zien alleen wagens voorlopig. De wagen van de koersdirectie. En of van de jury, liever van de voorzitter van de jury, de neutrale wagen en nog altijd geen achtervolgers. Lombardi die heeft het moeilijk hoor om het tempo hier in dit leidersgroepje te volgen op die kasseien van de Steenbeek Dries. Dat is harken en nog net op tijd boven geraken om de aansluiting niet kwijt te zijn. En terecht dat je die opmerking maakt, die verwijzing naar vorig jaar, die sprong inderdaad van Museeuw en Van Petegem. Want de Museeuw, slim als hij is, heeft hij Bettini naar voren gestuurd en Paolini. Dat lijkt me wel ideaal hè. Als je dat kunt, dan mag het verschil niet te groot zijn tussen dit achtervolgend groepje en dit peloton. En nu zien we hier Mark Wouters tempo maken. De mannen van Rabobank komen weer uit hun pijp. En Museeuw dus met die nieuwe helm die voor hem gecreëerd is door Alessandro of Alexander Montagnaro van de Bistro Bello in Roeselare. Een persoonlijke vriend, zeg maar, waar Museeuw af en toe binnenwipt. En daar is hij vorige vrijdag nog uit eten geweest met Bettini. Daar zijn de plannen gesmeed voor vandaag. Dat zou best kunnen. Bettini direct in de vuurlinie en Johan lekker meeglippen met wat er dan komt. Rabobank zal precies toch even moeten orde op zaken stellen. Het gaat niet te groot laten worden, zo'n goede 20, 25 seconden en dan op de Taaienberg er naartoe springen. Dat is wat moet gebeuren. De koplopers zijn momenteel op een goede 400, 500 meter van de Taaienberg al. Terwijl deze mannen nog altijd op de kasseien lopen. De kasseien van de Stationsberg en dan straks na die bocht naar rechts trekken ze de spoorweg over, dan zitten we in Nieuwkerke en dan zijn we al met de volle voorbereiding op die Taaienberg bezig. Jullie hebben het volgnummer van de volgwagens? 21. Dat is een ramp hè. In deze wedstrijd is een ramp. Ik had 21 in dwars door België. Daar heb je mee gewonnen? We hebben mee gewonnen, maar het is, je moet geen wat... stoten uithalen om vooraan te geraken met de wagen. Ze zijn niet op de Taaienberg, kijk. De koplopers op de Taaienberg. Niks van in het gootje te rijden. Hè? Nee. Ook daar staat Nadar. Nieuwe Nadar overigens. Dus het moet op, weliswaar, die nieuwe geëffende strook. Plattere kasseitjes. Ja, deze liggen nog best aardig hoor. Het is natuurlijk heel stijl nog altijd, maar de kwaliteit is heel veel verbeterd tegen, laten we zeggen, 6-7 jaar geleden. Met de Liese heel goed in het ritme. Hij is een beetje gemaakt voor Vlaanderen. Kleine geblokte kerel. Het steilste stuk in de Taaienberg ligt in het begin. Heel vlug komt het. Na 118 meter gaan we bijna 16%. Maar dan, na een goede 250 meter, dan gaan we naar een stukje vals plat. En dan zie je ze meestal daar naar adem snakken. Het zou me niks verbazen mochten Van Petegem en Museeuw straks op dat stuk vals plat. Ja, dat zit er dik in. Ja, zoals dat Museeuw al een paar keer gedaan heeft. Ik denk onlangs in Harelbeke. Klopt, daar heeft hij een generale repetitie gehouden. Samen met zijn ploegmaats. Hoe zou het overigens met Van den Broeke zijn, vragen we ons plots af. Er staan nogal wat motoren geposteerd hier in het gootje, waar het anders zo lekker rijden is. Ja, dus maar het probleem moet zijn dat de renners dat gootje wel gaan opzoeken. En ineens zien ze daar die motoren staan, dus dat kan een probleem veroorzaken. We zijn hier met de achtervolgers, met Serpellini en Balducci. Serpellini, kijk naar die stijl. Prachtige renner is dat, alleen kan hij niet winnen. Ja, Serpellini is altijd zo'n heel mooie indruk, een heel, heel goed renner. Balducci aan het wiel, dan Paolini. Bettini, hier was het vorig jaar gedaan met het liedje van Bettini. Daarom heeft hij misschien nu deze keuze gemaakt om het vroeger om rustiger eigenlijk deze helling op te rijden. Misschien zat in zijn achterhoofd dat de Taaienberg voor hem een zwart beest was en heeft hij dat op deze manier willen oplossen. Anticiperen met andere woorden. Een minuut en één en dan de groep Museeuw op 1.48. Dat is nu een verschil van 50 seconden. Dat is al wat veel om in één wip de sprong te wagen. En Matan heeft hier de voorposten gekozen, Karel. Ja, maar daar vlak achter Museeuw en Van den Broeke, die voorlopig niet geneigd zijn om over te nemen, om tempo te gaan maken. Het is ook niet aan hen natuurlijk. Waar blijven Van Petegem en de anderen? Waar blijven de jongens van Rabobank ook? Waar blijft Bogert?
Waar blijft Frère? Voorlopig niet te zien. Giannini glijdt mee in vierde, vijfde positie. Matan die indruk maakt. Matan die inderdaad ook gemotiveerd was. De vraag vanochtend aan Matan, hebben jullie wel een ploeg of zijn jullie enkelingen? Ja, het zullen weer wel enkelingen zijn, zeker wel inderdaad enkelingen. En wat doen die motorrijders daar, hè? Wat staan ze daar in godsnaam te doen? Misschien hadden ze een fotograaf mee en staan die wat lager kiekjes te nemen, dat kan. Museeuw heel even op de trappers lopen en dan in het gootje Matan die weer voor Museeuw inschuift. Van den Broeke in het wiel van de grote roerganger. De twee mannen zullen vrij snel gaan gegrepen worden. Die rijden maar een paar honderd meter daarvoor mee. Van der Kooi en Durand. Dat wil zeggen dat in de koers nu alles op een klein hoopje zit. En dat het peloton toch een seconde of tien dichter bij de achtervolgers gekomen is. Hier wordt Durand gegrepen. Hij ziet Balducci weer. En Balducci geeft door. Kop van de Taaienberg. Daar blijf je nog een tijdje met de wind in de flank op een lastig stuk lopen. Ja. Dat, wat soms, het gaat niet direct naar beneden en dat veroorzaakt soms toch wel serieuze irritatie, omdat je na een helling altijd een afdaling verwacht. En die komt er pas nu aan. We hebben dus nog twee leiders. De twee Duitsers, Rich en Liese, met een voorsprong van 47 seconden. Het peloton op 1.34 en na Matan is er niks. Niemand die tempo maakt. Feinsteins, het moet niet, hè? Nee, hij zit met Balducci goed vooraan. En nu komt Bogert daarnet links uit de hoek. En rechts, daar ziet hij, Aysel, Karel. Oké, goed gezien Hendrik, daar is Michael Bogert. De anderen namen nog wat ringbussen aan boven op de Taaienberg. Geen tijd daarvoor, denkt Bogert. Het is nu dat het stilaan moet gaan gebeuren. We moeten die kloof binnen de perken houden. Anders zijn ze gaan vliegen, de vogels, want daar vooraan toch heel veel sterke mannen. Al beseft Bogert dat hij het niet alleen kan. Kijkt even rond, zoekt steun, de Nederlander. En die steun die komt er niet, hè? Hij zal behoorlijk wat de verbale overtuigingskracht moeten aanwenden om die te krijgen. Maar die komt er voorlopig niet. We zien de twee mannen van Saico, Zanini en Pieri wat drank uitwisselen. En dat gaat allemaal rustig, zeer rustig. Ze volgen nu op 1.17 en dat is op een dikke halve minuut van het achtervolgend groepje. Dat pelotonnetje met die Italianen, waar die van Quickstep dan toch weer de bovenhand hebben. En ook hier zitten ze goed vertegenwoordigd. Ook Slava Jekimov rijdt daar vooraan. Matan rijdt een goede ronde van Vlaanderen en Michele Bartoli hier op de voorgrond. Ja, die mannen zitten in een zetel natuurlijk. Hè. Bartoli heeft iemand vooraan. Het zal aan Saico, de mannen van Lotto en de mannen van Rabobank zijn om toch proberen iets te forceren. Maar ik denk toch niet dat Saico Sacchi zal uitspelen. Ik denk dat dat nog een tijdje zal duren tot er een paar recuperatiemomenten ingelast zijn. Om misschien wat overleg te plegen ook, om dan een paar mannen naar voren te sturen. Maar hoeveel zitten er daar nog tussen? Dat is de vraag. Want het is zo dat de poort vanachter al een paar keer serieus opengestaan heeft en dat het bij de meesten op is. Ja, de mannen van Rabo hebben natuurlijk al heel veel werk geleverd. En ik denk dat het net iets te vroeg was om het te doen. Want nu zal Bogert zijn mannen meer nodig hebben, denk ik. Wat doen we nu? Of wat krijgen we nu? Gaan we een wederuitgave krijgen van de Ronde van Vlaanderen van 2001. Toen ook een groepje wegraakte, weet u nog, met Bortolami en met Dekker en met Dierksjes. En nog een paar andere mannen, met Chiandri onder meer, waar we niet echt in geloofden. En met al die favorieten op een half minuut, op 20 seconden, soms op 15 seconden. En ze zagen ze nooit, nooit, nooit terug. En het was uiteindelijk Bortolami die won. Het kan. Want kijk, ze nemen nu plots weer een minuut. Ja, het is logisch, achteraan is het wat stilgevallen en deze mannen draaien goed rond. Bettini wat overleg met Paolini. Wat doen we, zegt hem? Ja, gewoon doorrijden natuurlijk, het zal wel zijn. Vraag is hoe deze twee mannen van Quickstep gaan inwerken op die andere Italianen. Gaan die mee blijven ronddraaien of gaan die denken van, ja maar zeg, als we dit blijven doen, dan is het voor Bettini. Ja, maar toch, ik denk zeker tot Brakel gaat deze groep vrij goed samenwerken. Ze weten ook dat dit een zone is waar je beter met 10 of met 8 man, alleen nu met 10 met dat Durand ingelopen is, vooraan blijft als ze tussenin het peloton te zitten. En achteraan moet je dus ook serieus durven pokeren. En daar is ook Wilfried Peters een beetje een meester in. Hè? Maar dat kan als je over goede pionnen beschikt, Karel. Ja, en achteraan hebben ze nu toch beseft dat het te traag ging, dat ze te snel uitliepen. Dus twee pionnen naar voren, twee pionnen van de ploegen die de slag gemist hebben. Het zijn Mark Wouters en Wim van Zevenhand, twee meesterhelpers, superknechten, die nu gaan proberen die kloof toch
een beetje te dicht, maar met z'n tweeën tegen zoveel Italianen daar vooraan. Dat is moeilijk, er moet nog steun komen. Maar Van Sevenhand en Wouters de voorbije dagen bewezen dat ze hard rijden, dat de conditie goed is. Dus uitkijken wat dit met zich brengt. En wij maken ons klaar voor helling 11, voor de La Deuze. 1158 meter, gemiddeld 5,63. De steilste stuk 15% en dat komt na 470 meter. Dus nog net heel even voor half helling. 65 meter het hoogteverschil. En helling, waar als alles zo dicht bijeen zit, je een perfect overzicht krijgt in deze Ronde van Vlaanderen. Ondertussen zien we dat Lize duidelijk de sterke man nog is. Rich die moet nu laten afweten. En als Thomas Lize verstandig is, had hij er nu niet meer op wachten. Dat heeft geen zin. Hij kan beter nog de publiciteit nu voor hem alleen houden. Ja. En daar is het hem dan toch vooral om te doen, om die vermaladeide ploeg van Team Coast, Wattenscheid zoals die vroeger heette, een beetje in kleur te zetten, een beetje kleur te geven. En misschien straks, zoals Thijs dat kreeg, een bemoedigend tikje van een van de tenoren. Met de mannen hier gaat dat dan een stuk sneller, hè? De secondanten, de luitenanten die naar voren gestuurd zijn. Met Durand die toch nog altijd krampachtig meegaat. En Lombardi ook. En hier is Vincent van der Kooi. Zijn Ronde van Vlaanderen zit er bijna helemaal op. Zou die uitrijden? Dat wordt nog een moeilijke taak. Je moet rekenen dat het van hier toch nog een goede 55, 56 kilometer is. Dus dat is nog een uur en een half. En ik denk dat hij daar wel een probleem mee krijgt. Maar Jackie kan in elk geval rekenen op de steun van het volk. Nog heel veel aanmoedigingen. Dat hoort u tussendoor. Jackie, een héros. Lombardi, lastig. Petito, nog goed mee. Serpellini, rustig. Bettini, die tempo maakt. Deze helling doen ze niet zoveel. Hè. Terwijl Wim van Sevenhand en Wouters inderdaad het harde werk opknappen. Ze hadden ook al in deze beklimming van de La Deuze zitten. Hè. Van Sevenhand was vorig weekend een van de helden. Deed een fantastische E3-prijs. Was ook heel goed in de Brabantse pijl. Een van de betere pionnen bij jullie ploeg. Bij de ploeg van Lotto Domo, de ploeg van Marc Sergeant. Wouters die er ook nog eens alles uitperst. Hier wordt Rich gegrepen. Ja, nog een mannetje vooraan, maar die zal het ook niet ver meer redden. Die houdt me moeite op de Bonjeberg. Thomas Lize dus, nog alleen op kop. Goed wat Van Sevenhand hier doet. En slim gespeeld van Johan Museeuw. Die wist ongetwijfeld dat er toch nog een paar waren die dit zouden doen. Ja, dat kon hij verwachten. Hè. Het is ook normaal dat nu Peter ook gevraagd heeft aan Wim en Bogert of Freire aan Wouters om zoveel mogelijk werk nu te doen. Om dat gat dicht te krijgen, want het is toch een vrij selectieve kopgroep die nu vooraan staat. Na de La Deuze, dat is de 11e helling, dan trekken we naar de Bonjeberg. Die ligt nauwelijks 4 kilometer bergop. En dat wil dus zeggen dat we de Eikenberg, toch een van die andere mythes in de Ronde van Vlaanderen, dat we die niet meer doen. Karel? Nee, die La Deuze, dat is eigenlijk een van de zijkanten van die Eikenberg. Terwijl Durand nu wordt opgepuzzeld door Mark Wouters. Ook Van der Kooi heeft nog amper 100 meter voorsprong op de groep met Mark Wouters, met Wim van Sevenhand. En daarachter een autoritair Johan Museeuw. Museeuw die de debatten zo'n beetje controleert. Alles bekijkt hoe Wouters en Van Sevenhand dat doen. Maar voorlopig geen trap te veel geeft. Uiteraard niet. Met de gezondheid van Museeuw ziet het er met de kilometer beter uit. Maar er hangt nog schoon volk aan zijn wiel. En deze twee doen voortreffelijk werk voor hun kopmannen. Met name Bogert en Freire. We hebben Bogert voortdurend voorin gezien. Freire niet meteen op al die hellingen. Maar dat is een vreemde kerel. Die kan zich perfect verstoppen. En hier vooraan zien we Cassani die wat ruimte neemt. Karl. Ja, het werk van Van Sevenhand en Wouters is indrukwekkend. Ze rijden op amper 150 meter van dat groepje Cassani, Bettini en die anderen. Ze zijn heel dichtbij gekomen. Zo snel kan het gaan. Ja, en hier zitten we dus in de afdaling van de Eikenberg. En dat is de Ronde van Vlaanderen. Hè? Een samentroeping van volk en dan de diaspora. Woef, weg naar die auto's en op naar een andere plaats. En hier moeten we nu links de kokkerellen op. Opletten, want het is een gevaarlijke afdaling. Hè? Ja, daarom ik ooit is... Een paar centimeter al, serieus pak centimeters vel achtergelaten. Je hebt in je carrière vaker wel wat met afdalingen gehad, hè? Ja, deze afdaling vooral. Komt er zo'n bocht naar links en naar rechts. En daar ging ik wel onderuit in de Ronde van Vlaanderen in 1987. Balducci die zich laat uitzakken en er zich van vergewiste dat de Rich bijna op was. Ja. Daar komen de anderen al.
ontzettend sterk werk van Van Sevenand en Wouters. Hè. Ze doen het op, met hun beide reizen gewoon de gat dicht. En wie is er nu nog om Peter van Petegem straks wat steun te verlenen? Heb jij Baguet al gezien? Ik heb hem nog niet direct opgemerkt, maar hij zou nu de man moeten zijn die daar zou moeten ergens in de buurt gaan zitten. Ja, want ook dat is Ronde van Vlaanderen werk. Je, dat wil zeggen, voor 70-75% van de wedstrijd niet laten zien en dan plots wel daar zijn waar je moet zijn. Och, kijk eens hoeveel volk nog. Ja, het is nog niet echt een selectie die de finale raadt. Er hangen nog heel wat dode elementen aan. Heeft dat met die rugwind in die eerste twee wedstrijduren te maken? Ik denk het wel. Het is nogthans een vrij hoog tempo geweest, maar er zijn heel wat mannen die toch kunnen profiteren. Hè. En Karel? Ja, gevaarlijke standjes in de koers. Neutrale wagen die hier wat in de weg zit op deze smalle afdaling. Want de groep met de koppers, die toppers die weg was weggereden met Bettini, met Cassani, die wordt nu ingelopen. Eigenlijk nog 30, 40 meter. Ja, we zien dat hier allemaal gebeuren. Alles op een hoopje. En dan is het o zo moeilijk werken voor die motoren. De motors met de fotografen, de motors met de cameramensen. En dan kun je maar beter maken, zelfs het kleinste gaatje te benutten om op deze manier te ontsnappen aan al dat gevaar. Renners kennen dat wel hoor. Dat tomeloos getoet, dat zijn signalen die ze goed opvangen. Maar we krijgen hier een hergroepering, ook op een lastig stuk. Dit is zo'n stuk waar je als ploeg koers kunt maken. Ja, het is nog altijd Van Sevenand die de laatste meters nu toerijdt met Wouters in het wiel. Dus dat ging toch vrij snel. Dus vrij indrukwekkend van die twee mannen. We zijn nog altijd niet aan de Bonjeberg. Nee, ze gaan nog even naar beneden. Nu gaat het even wat vlak, een paar honderd meter, en dan ga je de Bonjeberg krijgen. En deze man heeft ook die radeuze helemaal overleefd. En hij begint aan de Bonjeberg. Ja, nu gaat hij links en dan begint de Bonjeberg. Bonje komt van het Frankisch. Bonje staat voor borne. En dat betekent grens. Nu zie je pas weer die omvang van zijn kuiten, Michel. Als een redantbuik zo dik. De man van Team Coast, Thomas Liese. Cipollini wordt gemeld, achtergebleven. De wereldkampioen. Ronde van Vlaanderen winnen? Volgend jaar misschien. Net als waar. Dat weet je maar nooit, hè? Ja, maar dit is een cruciaal punt. En als je ziet, doet ook niet te veel meer moeite om er weer naartoe te gaan, hoor. Dus anders zou hem hier volle bak aan het geven zijn en dat gebeurt. Misschien doet hij er beter aan om zich nu al te concentreren op de opdracht van morgen. Rondjes rijden met een snelheidsmotor op het circuit van Zolder. Die zit hier toch nog altijd vrij trapt. Ja, die zit hier aan volle beklimming van de Bonjebergen, hoor. En er komt nog niemand achter het hoekje piepen. Ah, daar zijn ze. 14 seconden dus. De Bonjeberg. Niet zo direct een van de lastigste hellingen, maar ja, het is een kuitenbuitertje dat er zo ineens tussen komt natuurlijk. Hè. Er liggen er daar nu zo'n stuk of vier naast elkaar, want het is iedere keer eigenlijk op en af dezelfde kam. Hè? Ja, van hier gaan we ook naar de nieuwe helling. Hè. Na deze berg komt de nieuwe helling, de Forest. Het Forest. Het Forest. Het Forest, dat vreemde nieuwe beest. En dan de Steenberg. En dan komen we weer naar het vertrouwde parcours met de Leeberg en de Berendries. Maar dat is nog een tijdje. Cipollini stapt uit de koers. Je zag het aankomen. Eigenaardig, hè? Zit ganse dag op de eerste rij te fietsen en dan ineens is het licht uit. Ook dat is Ronde van Vlaanderen. Ja, ik heb dat hier nogal een paar keer gezien, met onder andere een Jalabert bijvoorbeeld. In 96 ging hij de uitdaging aan met Museeuw. Terwijl Museeuw daar nu in het wiel zit van zijn luitenant, van Bettini. Hij ging de uitdaging aan om met Museeuw op de Molenberg plankgas te gaan. En een kilometer of 50 verder was het licht uit. Ook gedaan, finito. Feinstein, Paulini, Bettini, Van Petegem. Van Petegem. Benoit Joachim voor de US Post nog altijd goed mee. Museeuw. Paulini heeft nog altijd een heel goede indruk. Daar gaat de Benoit Joachim. En Museeuw direct in de... En Museeuw die meegaat. Ja, dat kan een goede beslissing zijn. Hè. Dat is net zo weer een punt waar zo'n groepje soms wegrijdt. Zonder dat er veel inspanning wordt in het geval stil. Dat is tactisch meterschap, hè? En dan gaat Wouters over pakken, Karel. Ja, en dat zal de zwanenzang van Thomas Liese alleen maar wat verkorten. Want daar rijdt hij, de Duitser die zo lang in de aanval was met de drie metgezellen. Thomas Liese eraan voor de moeite. Ze komen er allemaal bij. En we zien dan dat Museeuw schuift, dat ook Pieri beweegt. Pieri op komst, maar Van Petegem
iets verder. Van Petegem moet nu proberen aan te pikken. Doet dat ook. Een man of 8 hebben zich licht afgescheiden. Van Petegem nu op komst. Maar iemand van Rabobank aan het wiel. Die gaat dan niet overnemen. Ook Bruylands goed. Bruylands aan het wiel van Pieri. 8e positie. En we zagen dat Balducci heel even uit zijn klikpedaal schoot. En hij weet dat aan zijn voorganger. Op deze manier dus. Wat heeft hij gedaan? Met zijn voorwiel het achterwiel van Cassani aangetikt. En vandaar dus dat hij zo boos was. En nog eens Wouters. En dan zagen we bij een vorige demarrage dat Museum meteen meeging. Die heeft gevoeld dat Wouters over goede papieren beschikt. En tweede demarrage van Wouters. Museum die weer meegaat. Dat is de selectie nog wat doorvoeren. En dan die bonk. De stier van Scandici. Daar gaat hij. Dario Pieri. Olala, nu doet het pijn hoor. Dit is zo'n lastig tussenstuk waar je de koers hard kunt maken. Op naar de volgende helling. En dat was? Het Forest. Prachtig stukje Vlaanderen is dit nu. Een hele mooie omgeving. Een beetje risico nemen, zelfs op een lekke band. Joaquin, en deze man rijdt nog altijd op kop. Ze hebben hem nog steeds niet te pakken. Hij heeft nog altijd 15 seconden. Hij houdt heel lang stand. Het was Joaquin met zijn tweede demarrage. Het zijn zo'n beetje de mannen uit de tweede rij die proberen de wedstrijd open te trekken. Frédéric Guédon die erachteruit gaat. En die doorgaat met Balducci. Balducci, dat is zijn derde keer dat hij meegaat in een ontsnapping. Op 51 kilometer van de aankomst. Hier heb je inderdaad de overwinnaar van Parijs-Roubaix in 1997. Het is niet meer helemaal geworden wat het ooit geweest is, maar hij heeft al een paar keer een hele goede Ronde van Vlaanderen gereden. En we zijn in Mater. Daar komen we wel een paar keer tegen, omdat de Ronde van Vlaanderen eigenlijk altijd lusjes draaien is in dezelfde omgeving. We gaan nu een tijdje, een kilometer of twee, op deze N8 rijden. Richting Brakel, maar dan gaan we straks aan een bankinstelling rechtsaf naar een nieuwe helling. Nou, Guédon heeft altijd, kiest toch een goed moment uit altijd. Hè. Maar het brengt nu niets op, alles komt weer terug. Dit was vroeger een heel lang stuk. Je kwam dan boven op de Eikenberg en dan moest je vaak 10 kilometer rijden op die brede banen. En dan wilde de koers wel eens stilvallen. En dat hebben ze nu dus willen vermijden door af en toe weer naar het dal te trekken en dan weer op wie naar diezelfde kam. We komen dus straks weer hier boven op deze N8, maar dan komen we wel uit de andere richting. Guédon begrijpt dat het niks wordt en dus mag Liese nog een tijdje voorop blijven. En er rijdt nog heel veel volk samen in deze Ronde van Vlaanderen. Nu toch wel in volle finale. Ja, nu is toch al... Pieri gaat. Ja. Pieri gaat. En nu zei wacht. Wacht even, hij wil even de andere man dan eens testen. Kijk. Slim als hij is, wacht hij. En Pieri krijgt dus op die manier 40 meter. En Dario Pieri die denkt... Direct in tempo. Verdomme. Van zo ver en alleen? Nee toch. Ja, gaat toch door hoor. Dan zouden we verlangen dat er een paar man komen, maar we zitten direct in tempo. De tweede van de Ronde van Vlaanderen van 2000 toen Schmil won en hij strandde op een handvol seconden. Karel. Ja, en ik keek even onder dat spandoek van de laatste 50 kilometer. Ik keek even achterom, zag het peloton breed uitgewaaierd over de weg. Maar nu zit je hier alleen. Ga je nu tot het einde alleen als topfavoriet. Heeft nog geen trap te veel gegeven. Geeft nog altijd een uitstekende indruk, Dario Pieri. Maar misschien nu het slachtoffer van zijn zenuwen. Al lijkt hij toch even in te houden. Komt nu bijna bij Thomas Liese. Daar rijdt de Duitser. Ze zijn aan de brouwerij van Roma. We zagen Comesso als een schicht naar voren schieten, maar toen hield hij zich in. Zag misschien een roodhemd voor zich uitrijden. En we hebben hem al een keer gezien en hier is hij terug. Andrea Tafi, de winnaar van vorig jaar. We zouden haast vergeten dat hij er nog tussen zat. Tafi met al dat volk aan het achterwiel. Een typische stijl. In Sint Maria Horebeke. En Chris Peers in derde positie. Bezig met de wedergeboorte. En Steven de Jong. En Fabien de Waalen in eigen streek, want van Oudenaarde. Rechts in beeld van de Palmans Kolstroploeg. Ik denk dat we ook Baguet daar al voor de eerste keer opmerken. Dus. Dat is goed nieuws voor jullie. Ja. Ook Klier komt weer naar voren. Ook Mirko Celestino herkennen we nog rechts in beeld. En daar komen de mannen van Rabobank weer. En deze Liese op 49 kilometer van de aankomst. Hij rijdt 200 kilometer op kop. 200 kilometer. Pieri is op komst. Krijgt nog even wat afdaling nu. Dus hij gaat nog even kunnen aanpikken bij Dario. Aan die kleine bankinstelling naar rechts. En dan op weg naar de volgende helling.
Maar het is nog ver. Het is nog dik een uur en een kwart koers. Iets minder. Een uur en 10 minuten. Hier is Dario Pieri. Het is een uur of vier, ruim een uur of vier geleden dat hij deze Lise nog eens gezien heeft. En hier komt hij nu naar voren. De favoriet van velen. Ook de topfavoriet van Peter van Petegem. Maar weet hij wel waarmee hij bezig is? Op 50 kilometer van de aankomst vertrekken en niemand meekrijgen. Ja, het is vroeg om alleen te zijn natuurlijk. Ik kan maar alleen hopen dat er nu op de volgende helling weer iets gebeurt waar even de groep uit elkaar wordt getrokken. Want anders is het toch nog een entry en dan krijgt straks de Steenberg nog die kasseien voor de Leeberg. Dus dat is echt zware kost. Maar zie eens wat een partij vlees. Die kan tegen een stoot. Hij kan tegen een stoot, maar het is toch iets te vroeg om nu al alleen te gaan denken. We hebben het in de driedaagse de Pannekoekzijde al gezegd, maar ik weet dat het publiek nu ruim een keer of 4-5 zo talrijk is. Pieri woog de voorbije winter 100 kilo. Jawel, 100 kilo. Dan kun je toch niet spreken over een perfecte basis leggen. Nee, dat kan hem eigenlijk wel zuur opbreken binnen een paar weken. Maar ja, hij heeft waarschijnlijk toch zijn doel hier gesteld. Hij heeft een geforceerd gewichtsvermindering misschien laten doen. En door diëten, maar dat breekt hij altijd nadien op. Maar als hij goed is hier, ja, dan is zijn voorseizoen totaal geslaagd natuurlijk. Hij bulkt van het talent, winnaar van de E3-prijs vorig jaar. Maar ja, is dat ene nadeel, dat ene zwakke punt? Bij ons hebben ze daar een naam voor. Het is een vreed zakske. Ja, maar nu redt hij toch vrij snel. Maar het is een hele lieve mens. Het valt me wel op dat hij vraagt dan... Mark Wouters gaat nog eens. Nog eens, ja. Mark Wouters, ook hij rijdt een fantastische wedstrijd. En dan krijgt hij vaak iemand van Phonak mee, Karl. Ja, en Pieri, dat is toch nog een beetje met de handrem op, hoor. Die kan nog een stuk harder als dat echt moet. Die weet dat dit kamikaze werk is. Dus nu toch even wachten, even leasen, laten het werk doen. En dan zien of er nog een paar de sprong gaan maken op de volgende helling. En misschien daar dan verder mee op pad trekken. Alleen, dat weet hij wel, want het is een gewiekste kerel, Dario Pieri. Twee woordjes die passen bij Dario Pieri. Gewikst en gewicht. Nog 47 kilometer en 15 seconden. Ah, dat is dat smalle weggetje. En dan gaan we naar de volgende klim. Lise was net wat verrast. Moest iets te laat remmen. En deze helling kan er wel zuur opbreken, denk ik. Een nieuwe verse man bij hem die hem in problemen kan brengen. Dus ik denk dat we Lise de volgende helling zullen mogen gedag zeggen. Toch nog Hans pakken. In de Hessenstraat, zo heet dat smalle weggetje. En dan zien we inderdaad dat Lise dat tempo van zijn makker van Pieri niet aan kan. En nu dus op weg naar het Forest. Karl? Ja, en een geslaagde passage van het peloton. Niet zo evident daar. Een paar links-rechtse combinaties. En Benoît Joachim voor het peloton uit. Is hij de eerste die de sprong naar Pieri gaat maken. Zo ziet het er toch naar uit. Daarachter weer uitwaaieren over dat smalle weggetje. Kijken naar elkaar. Vooral een teken van Petegem naar Van Sevenant. Wacht nog even. Het is nog iets te vroeg. Museum altijd, altijd, echt altijd op de eerste rij. Het beeld van deze wedstrijd wordt een beetje vergelijkbaar met de Ronde van Vlaanderen van 1998. En hier zien we achteraan een lekke band voor iemand van de Vlaanderen T-interim ploeg. En dat is het nummer 132. Stijn de Volder. Stijn de Volder. Daar staat Fabien de Waele, maar het was een ander nummer, hè? 232. Vlaanderen T-interim. Zo was het. Die heeft zich hier ook al een paar keer laten zien, toch? Onze Luxemburger. Benoît Joachim in een zeer hoekige, bonkige stijl. Neemt niet echt afstand in dat peloton. Het valt nooit uiteen. Nee, het is een ambetante helling, zoals men zegt. Maar het is niet echt super lastig. Maar ook na de afstand, kijk, Pieri is bijna bovenop. Hier is Dario Pieri op een klein verzetje. Forest is een Romaans leenwoord, komt van forest. En dan heb je het al wel begrepen. Forêt, forest, woud, bos. Een aan de heer gereserveerd bos. Er wordt nog meer gereageerd. Achter die Benoît Joachim aan. Zijn er plots mannen die vinden van, oh, ik heb hier wel een kans, hè. Het
is opschuiven. Het is iemand van Telekom. Aldag. Rolf Aldag is al voorbij Joachim. Die al eens moest passen op een van de vorige hellingen. Is dat weer Paulini die uit de achtergrond komt? Die een bijzonder sterke ronde van Vlaanderen aan het rijden er is. Aldag voor Wezeman dus. En hier is uiteindelijk dan toch Lize. Gaat nog altijd goed, hè? Gaat nog altijd zeer goed naar boven. Die gaat die ronde van Vlaanderen uitrijden. Pieri dus nu op kop. Solo. Aldag die dat zware stuk overleeft en dan nog eens doortrekt. En ziet dat Paulini toch een beetje stokt. Pieri goed in het ritme. Wat Pieri doet is in elk geval uitstekend voor Zanini en voor Celestino. Ja, dat is rode roper uitgooien. Dus Aldag nu een volle forse naartoe. Voor de grote versnelling. We hadden onder meer Walter Gorenvroot gevraagd om hier als studiogast te dienen. Maar Gorenvroot wilde liever in de wagen zitten, omdat hij zoveel parcourskennis heeft en mede dit traject, dit parcours uitgekozen heeft. Harry van den Brimt, jarenlang de nummer 1 van de sportjournalisten van het Nieuwsblad, die wist deze helling liggen en die vroeg aan Gorenvroot, kan dat wel? Jawel, het kon. Museo, altijd goed in de tred. Goed in het wiel van de mannen van Fassa Bortolo. Van zo'n Petito bijvoorbeeld. En Bartoli dan aan het wiel van Museo. En dan Peter van Petegem. We gaan er nog altijd van uit dat hier de winnaar zit. Normaal gezien wel, ja. Dus het zou verwonderlijk zijn, dan moest deze man voorop blijven. Opletten, want de gevaarlijke afdaling. Smalletjes. Ja, best link bij de verkenning die wij gemaakt hebben, vond ik de afdaling best gevaar. En je ziet ook, ze zijn daar met de gele vlag. Duidelijke aanduiding van gevaar. Links en rechts af en toe piepen, dan ziet u hoe mooi Vlaanderen kan zijn. Gelukkig is het droog hier nu. Hart van de Vlaamse Ardennen in de overgang straks naar de Zwalmstreek. Als we over de kam zijn, dan trekken we naar de Leeberg en eerst naar de Kasseia van de Haag. Dat moet allemaal nog komen. Pieri die stevig doorgaat nu. Nu geeft hij toch redelijk het volle pond hoor. Dario Pieri is nog altijd maar 27. Hij is prof geworden in 1997. Hij heeft nog niet zo heel veel gewonnen. Nog maar 4 wedstrijden. Is vooral altijd goed in het voorjaar. Aldag ziet Pieri voor zich uitrijden en komt een beetje dichter. En dan. Een viertal. Met Joachim, met Mangin. Met Lize die nog mee is en Paulini. En dan is het wachten op het groepje met de favorieten, waar Museu in de zetel zit, die Fassa Bortolo voor hem opengetrokken heeft. Freire nog altijd aan het wiel van Peter van Petegem en Bogert. En Geert Verheijen die ook nog mee is, meen ik. Verheijen en Baguet zitten daar net achter, denk ik. Het is op 43 kilometer van de aankomst nog altijd alsof de Ronde van Vlaanderen moet beginnen. Het wordt een massasprint, Michel. In 98 was het ook zo. Hè? Ook een man of 50 samen, het zijn er hier nog meer. Hè? Maar dan, op de Ten Bossestraat, trok Michel de registers open. Maar kan hij dat nog? Kan Van Petegem dat nog? We hebben op de Steenberg. Een beetje hetzelfde type van helling zoals het Forest. Pieri is niet meteen het type dat de explosiviteit heeft om een lange streep te trekken op een helling. Hij is natuurlijk wel razendsnel, maar het is wel iemand die op kassei enorm rap kan rijden. Als hij nu verstandig is, ik denk dat hij ondertussen wel op de hoogte zal zijn dat Aldag eraan komt. Wacht hij even op Aldag. Dat doet hij ook nu, denk ik hoor. Even wat temporiseren om Aldag later terug te komen. Maar is er nog niet Aldag? Aldag die ondanks zijn lengte een kilo of 10 minder moet meesleuren dan deze Pieri. Ja, dat is een groot verschil, hè. Vooral bergop. Hier Mangin. Hij rijdt ook heel goed. Een heel goede driedaagse van de pannen gereden. Knap werk. En Paulini, uitstekend in dienst. Dat is iemand die voldoende inhoud heeft om de volgende jaren een trapje op te schuiven. Wordt een kopman. Ja, die kan je uitspelen dan naar de finale toe. We zagen ook, en dat heb je ook ongetwijfeld gezien bij een tussenkomst van Karel, hoe Tom Bonen op die lange brede weg de N8 ook naar voren schoof in het peloton. Dus Bonen speelt ook nog altijd een rol in dienst van de ploeg. Hier Paulini en Joachim.
Ik denk niet dat er veel mensen Benoit Joachim in hun pronostiek zullen genomen hebben. Je bent me net voor. Ik wil niet gewagen van een sensatie, maar toch wel een verrassing. Ja, het is toch een goed renner, maar om in de finale van de Ronde van Vlaanderen niet te zijn, je verwacht hem eerder in andere wedstrijden. Een van de sleutelfiguren in de toerploeg van Armstrong, en dat wil altijd wat zeggen. Wie zijn ze bijna boven? Op de Steenberg. En wat heeft die nieuwe reeks van hellingen nu teweeg gebracht? Wel, het is nog te vroeg om daarover te oordelen. Afspraak op de Berendries, of misschien nog verder op de Ten Bossestraat. Het moet één keer uitdunnen. Ja, nu de aanloop naar de Leeberg. En Kouw. Je moet ze natuurlijk over, die hellingen, maar er is nog op niet veel hellingen echt koers gemaakt in dat peloton. Benieuwd hoe fris, al is dat relatief, hoe fris een aantal outsiders nog zullen zitten als straks echt de toppers de registers gaan opentrekken, als Museo aanzet, als Van Petegem aanzet. Zijn er dan misschien nog verrassingen in de maak, verrassende frisselingen die kunnen meeschuiven? Dat vraag ik me af, want ik zie een heel wijd en breed peloton. De verrassend frisse venten heten Aldaag en Pieri. Aldaag is nu vooraan komen aansluiten bij Dario Pieri. En dat op 41 kilometer van de aankomst. En de Paolini die gaat is de benen strekken op bovenop dat hellend stuk. En dan zien we hier dat de Salvatore Commesso de kop genomen heeft. Dat de Museo nog altijd een beetje inhoudt. En er mag geen twijfel over bestaan. Museo is goed, zeer goed. En Van Petegem blijft een hele koers lang in de schaduw. Wat gaat hem dat straks opleveren? Reactie vanuit de hoek van Lambre. Museo in de reactie. Museo hokt erop dat hij dus op deze manier iets kan. Hij kan gewoon mee zijn eigenlijk zonder veel kracht. Hij reageert op alles, kost hem niet zoveel kracht, maar voor hetzelfde geld rijdt er weer een groepje weg waar hij duidelijk zeker zal bij zijn. Sluipenderwijs. Ja, duidelijk. En kan zich nu een beetje verstoppen aan het wiel van Max Sciandri. Want als we het goed hebben, rijdt Paolini daar nog altijd voor. Ja, die rijdt er nog altijd voor. Dus kijk, hij hokt erop dat er gewoon een groepje wordt gevormd. En hij gaat die zeker niet missen op deze manier. Hoeft niet over te nemen, maar komt op die manier toch weer wat dichter. En als hij dan 3 of 4 man aansluit, dan zit hij ideaal. En kan hij gewoon zich laten meedrijven. Ja. Dat is de bedoeling, denk ik. Commesso komt ook mee. En Karel. Ja, en ook die jonge Aysel is goed mee nu aan het wiel van Museo. Maar de rest komt op een lint terug omdat hij niet helemaal doorgaat. En Museo die reageert echt op alles. Op alles dat nu beweegt. Nu iemand van Fonac die probeert de boel in de fik te zetten. Dat is Martin Elmiger, de Zwitser. Maar dan weer de reactie van Museo en dan weer dat stilvallen. Martin Elmiger op 41 kilometer van de aankomst in de tweede wereldbekerkoers van het seizoen. In de Ronde van Vlaanderen nota bene. Wel, wel, wel. Museo die op alles reageert, doet hij dat nu voor zichzelf of is hij voor een ander bezig? Ja, dat kan je dubbel opvatten. Ik denk het is sowieso in dienst van de ploeg, maar hij hokt er dus toch duidelijk op van daarbij te zijn. En hij is gewoon goed genoeg. Kijk, hij is weer een contact aan het zoeken met de volgwagen. Hij vraagt waarschijnlijk hoe dat vooraan zit, of ze daar allemaal rijden. Of de eventueel Paulini al bij die 2 man gekomen is. Maar dat is dus duidelijk nog niet. En hij hokt daar gewoon op dat er nu iemand gaat wegrijden om daar naartoe te rijden. Vorig jaar had je op een parcours dat in principe minder zwaar was dan dit, nu een koproep van een man of 10. Misschien zelfs nog minder. En de rest was finaal weg. En nu is het helemaal anders. Ja, maar dat is ook omdat hoe lastiger dat soms is, hoe meer schrik de renners ook krijgen. En hoe meer reserverend er wordt gereden. En ik denk dat dat eventueel de reden of de uitleg kan zijn waarom dat we nu nog zoveel mannen hebben. Het is iedere keer wringen en duwen naar de bergjes toe. En op het bergje en nadien valt het weer gewoon stil. Er wordt een lekke band gesignaleerd voor Fabien de Waalde. Dat is ook weer op een slecht moment, maar je kan nog altijd terugkomen. Alhoewel, zo diep in de finale is dat moeilijk. Fabian Cancellara, die jonge Zwitser die hard werkt, Karl. Ja, ik vrees dat lekrijden op dit stuk eigenlijk een onbegonnen zaak is om nog terug te komen. Want hier blaast de zijwind en je merkt dat iedereen moet op de kant. Iedereen wordt op die boord gezet. Dus moeilijk om nog terug te keren voor Fabien de Waalde. Dit stuk met zijwind. Nee, het gaat snel hoor. 50 per uur nu. En we zien dat Lise nu gegrepen wordt door het groepje Museo. Museo die fris is, die teken doet tegen de motorrijder. Afstand nemen. Vooruit.
Paul Lee mee, dus dat is logisch hè, dat Johan dit nu aangeeft. Jekimov die rechts kwam aanschuiven. We zijn weer bij de twee koplopers en die rijden de Haag ook binnen. En dat gaat razendsnel. Deze strook die is Pieri op het lijf gesneden. Hè? Ja, hier kan hij met dat zware lijf fantastisch tempo maken. Hier rij je 50, 55 of 60 per uur. En dan kun je goed volle bak doorgeven om op die buitenplaat die volgende helling te pakken. Ja, zeker. Goed gelanceerd zijn. Hij heeft daar ideale postuur voor. Philippe Meyraga zou nu pas loslaten in dat groepje, in dat peloton. Ja, dat is heel mooi van hem. Toch zo bijna in de topfinale. We zijn op 40 kilometer van de meet, dus best aardig. En we zien dat de achtervolgers niet zo heel ver zijn. Een seconde of 20. Cancellara, Museeuw, altijd aan dat wiel. Ook Frank van den Broeke komt daar. Diepe. Frank van den Broeke in vierde stelling. Hij blijft toch nog altijd een van de favorieten, hè, Michel. Dus hij zal sowieso die finale wel willen doen. En nu begint hij toch. Cassani komt daar weer al. Cassani, die kan zijn topvorm niet wegstoppen. Pieri gaat zo hard dat Aldag het lastig heeft om aan dat wiel te komen. En hij kan het niet, hè. Je ziet het verschil in stijl ook, hè, dat Pieri veel gemakkelijker rijdt. Aldag moet veel meer harken om Cassani te verteren. De ballerini van de jaren 2000. Je ziet hoe snel het soms gaat. Hè. De groep gaat zo het gaten dichter naar die groep van Paulini. Kijk eens aan, Cassani rijdt ze gewoon allemaal voorbij. Oh, Cassani met Museeuw. Museeuw is top. En dan Nico Matan neem ik aan. Met Mangin, denk ik. Of IJssel. Mangin zit een beetje verderop. Ja. Hier zien we Cassani. Dit gaat snel hoor. En Museeuw die ziet dat de schifting er toch moet gaan komen. Dat is waar hij op gehokt heeft, hè, dat er zoiets gebeurt. We rijden naar Zegelsem. Maar we rijden Zegelsem niet binnen, want zo meteen gaan we linksop en Museeuw gaat er een snok aan geven. Aanval van Museeuw. Hier heel even bij dit beeld blijven nu, met Nico Matan die meegaat. Het is Nico Matan die aan het wiel zit. En waar zit Van Petegem? Is die op het komst? Ja. Van Petegem wil mee. Museeuw met een fantastische inspanning. Prachtig op die hagelkarrel. Ja, dat is de sprong naar Pieri proberen te maken in één keer. Pieri die rijdt nu nog 50 meter voor Museeuw uit. Van Petegem heeft het moeilijk hoor. Cassani die lijkt te moeten passen. En dan daarachter Van den Broeke die afstoppingswerk levert. Nog voorlopig een man of 20, 25 die de achtervolging inzet op Museeuw. Museeuw gaat door en Matan kan die zo meteen overnemen vlak voor de Leber. Pieri nog altijd niet in zicht. Het is Aldag die eerst zal worden opgeramd. En Museeuw. En is het Quédon die mee is? In elk geval Matan. Dan iemand van La Française des Jeux. Ik denk inderdaad Frédéric Quédon. En dan Peter van Petegem die een serieuze inspanning moet leveren om aan te sluiten. Maar hij is op komst. En dan komt er nog een vijfde. Hier in dat stukje afdaling kan dat. Blankaart wordt ondertussen gemeld. Die is gelost uit het groepje met de favorieten. Museeuw geeft flink gas, ziet daar dus Pieri voor zich uitrijden en dan gaan we aan de Leeberg beginnen. De Leeberg is steil in het begin, na een goede 200 meter en dan krijg je een uitloper, maar opletten, het is pal in de wind in een open veld en ook daar kan het lastig zijn. Hier is Aldag en wie komt eraan? Daar heb je ze, Nico Matan, de West-Vlamingen. Van Petegem is nog altijd niet komen aansluiten, het is inderdaad Guédon, de man van Parijs-Roubaix. En hier is Van Petegem en dat ziet er al een stuk beter uit. Aha, hij komt in zijn streek natuurlijk. We rijden naar Sint-Cornelius-Horenbeek. We zijn er eigenlijk al voorbij. Hij kent deze wegen uit het hoofd. Dit is een trainingsterrein. Aldag voorbij. Nu wordt het mooi. Ik denk dat ook Cassani nog net had kunnen aansluiten. Hier zijn de Belgen, Hendrik. Ja, net op tijd. Hè. Dus Museeuw die... flink de boel zag scheuren en dacht van ik ga hem maar direct de beuk in gooien. En daar is Pieri op dat lastige stuk, op die lastige uitloper, Karel. Ja, hij had even naar adem, heeft het gezien dat ze op komst waren en wil de slag nog wat laten zakken om te kunnen aanpikken. Pieri zal dat ook doen. Daarachter van Matan die krijgt een teken van Museeuw gaat toch nog even door. Matan en Museeuw, twee West-Vlamingen verstaan elkaar als geen ander. Als Matan Museeuw een hand- en spandienst kan verrichten, waarom zou hij dat dan niet doen op weg naar zijn vierde zege in de Ronde van Vlaanderen? Pieri komt er nu bij en zal aansluiten in dat groepje. Met zes op weg naar de volgende hindernis. En in de achtergrond zien wij Bruylands. Handjes bovenop het stuur. Lastig dat stuk, want nogmaals, de wind speelt hier een beetje.
zit daar in de flank als ik het goed heb. En Van den Broeke die zit daar af te stoppen voor Museeuw. Van den Broeke rijdt een uitstekende ronde van Vlaanderen en stopt af. En Matandi is het geaarzeld, getreuzeld hier beu en die gaat nu zelf in de aanval. Aldaag die meegaat en dan Museeuw die inschuift. Pierre dus gegrepen en hier van Petergem. En nu, goed 100 meter. We trekken nu naar Elst. De mannen van Fassa Bortolo moeten nu tempo maken met zijn tweeën. Ivanov. Gevaarlijke klant. Cancellara zeker. En dat wellicht allemaal voor Ivanov zelf en ook mogelijk voor Michele Bartoli. Als hij al goed genoeg is, of gaat hij hier gewoon in de tegenaanval? Hier komt de reactie van Michele Bartoli. Is dat nu wel verstandig? Karel? Ja, dat is een goede vraag, want ze zouden sowieso toch aansluiten. Dus waarom doet Bartoli dat? In elk geval, wat Museeuw gedaan heeft, dat is de schifting gevoerd. Nu gaan we met een elitegroep verder en kan de echte finale beginnen. Nog zo'n 35 man, maximum 40 man over. We trekken naar de Berendries en het wordt een hele nerveuze finale. Het wordt een verschrikkelijk spannende bedoeling. En de Belgen mee voorin op hun terrein. Matan pratend met Van Petergem. Van Petergem ziet dat de rest nu weer komt aansluiten met Michele Bartoli voorop. Volgende hindernis de Berendries. Een van de lastigste van allemaal, zeker zo diep in de finale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Een groep van een man of 9. Het is nu wel een heel lange afdaling, dus daar zullen ze waarschijnlijk nog wel kunnen aansluiten. Maar dan moet je dus weer een bommetje gooien. Excuseer ons voor de terminologie in oorlogstijd op de Berendries. Dit was toch een vrij cruciaal punt in de wedstrijd, denk ik. Als je zag hoe Museeuw daar alle registers openzetten. Want voor Peter was het heel moeilijk om... Hij kon niet direct reageren en het kostte hem ontzettend veel kracht tot aan de Leeberg om het gat te dichten. En de geschiedenis van Museeuw in de Ronde van Vlaanderen, hij doet het altijd op een verrassende manier, op verrassende plaatsen. Want nooit eerder in de Haaghoek. Ja, dus niemand zal dat daar verwacht hebben. Maar hij zat dus al een hele tijd klaar. Hè. Hij heeft al op alles gereageerd. En als hij ziet dat er toch iets kan geforceerd worden, dan was hij er als de pinken bij om het te doen. Het gat is nog niet helemaal gedicht. Het valt eerder wat stil. De mannen van Lamprey. En Van den Broeke die heel knap afstapt. Afstopt beter. Op 35 kilometer van de aankomst. Het valt daar stil hoor. Ja, ja, ja. En hier tempo maken. Al draait het hier toch nog niet helemaal rond zoals het moet. Nou, ze hebben allemaal een beetje schrik nu natuurlijk ook. Hè. Die Berendries komt eraan. Michael Bogert komt vooraan. Hier is Michael Bogert. Kan Michael Bogert al die hellingen overleven? Hier is het antwoord. Ook Slava Jekimov. Met Museeuw, met Matan, met Van Petergem, met Pieri, met Guédon. En dan moet Cassani daar nog ergens komen tussen vriendelijk Karel. Ja, en voorlopig moeten we zeggen dat Bartoli hier toch goed aan gedaan heeft om de sprong te maken, want daarachter valt het weer even stil. Alhoewel, nu toch weer op een lint gezet. Het verschil 100, 150 meter. Maar vooraan is het weer Matan die naar de kop is gekomen, nu afgelost door de jongen van La Française de Jeux. En Feinsteins wordt nu in stelling gebracht. Romans Feinsteins in tweede positie. Wordt gepiloteerd, het zou wel eens door Balducci kunnen zijn. Dus vooraan hebben we Pieri, Bartoli, Guédon, Bogert, Museeuw, Van Petergem, Matan, Aldaag die nog overleeft en Jekimov. En dan op goed 40 meter de rest van dat groepje. De Berendries is vlakbij. Vooraan zijn er twee piepen. Ik zie nu een Weinsteins eventueel daar naartoe gaan. Als het Balducci het gat niet volledig toekrijgt, maar hij zal aan de voet komen aansluiten. De Berendries. De belangstelling zal weer overweldigend zijn. En het is Matan met Guédon. Op 33 kilometer van de aankomst rijdt Matan voorlopig zijn beste ronde van Vlaanderen in zijn geschiedenis. Dat kan een hele goede beslissing zijn van Nico om hier al te gaan. Naast de panelen van Neste. Heeft misschien anders iets minder kans om echt te reageren op de Berendries, op de echte favoriet. En als hij net er bovenaan komt, zit daar dik in dat hij dat wel mee is dan met de kop. Hier is Gabriele Balducci. En hier zijn we weer met de koplopers, met Matan. Het volk staat meestal wat hogerop op de volgende trapjes. Van de klim in drie plateautjes. Stijlste stuk zowat in het midden, 14%. Balducci die een dijk van een wedstrijd rijdt. We zien ook Cancellara nog altijd vooraan. Hier komt nu plots weer Toto Comesso. Salvatore Comesso, die Pieri nogthans vooraan weet. Bruylands laat die voorlopig begaan.
Ja, Bruylands rijdt toch ook een heel goede wedstrijd. Hè? Diep in die fellanen nog vooraan op dit parcours. Duidelijk de vorm van de vorige weken nog altijd aangescherpt en hiermee. Twee koplopers op de koning van de zwalm, de Berendries. En hele knappe Nico Matan. En Commesso die de sprong wil wagen naar het groepje. En wie zit daar nu nog voor Commesso? Zit Musée daar nog, Karel? Commesso zit vlak achter Matan en Guédon. Dat zijn de enige twee die voor hem uitrijden. Hij zit op zo'n 35, 40 meter. En zo'n klim is elke keer weer een adrenaline kick voor een renner. En ook voor de volgers. Massa's rijen dik staan ze om de renners aan te moedigen. En Matan is populair in Vlaanderen, dat hoor je. Krijgt enorm veel toejuichingen. Commesso slaagt er niet in om dat gat te dichten. Ik denk dat hij weer wordt gegrepen door de groep. Of toch weer zal gegrepen worden. Toto Commesso. Nog 32 kilometer en we zijn nog niet helemaal boven. Slimme mensen die gaan hier, zoals Bruylands dus doet. Bruylands die in de driedaagse van de Pannekoek zeiden in de eerste etappe hier het langst bij van Petegem bleef, Karel. Ja, Bruylands met Ivanov en Frank van den Broeke. VDB wil de sprong helpen maken naar zijn vriend, zijn vroegere vriend en nog altijd vriend, Nico Matan. Bruylands is nu bijna boven. Matan en Guédon net boven gekomen. Het verschil nog 45, 50 meter. Bruylands met Ivanov en van den Broeke. En wij die dachten dat boven op de Leeberg het wedstrijdverhaal al geschreven was, wel, we hadden het dus mis. Het is weer helemaal anders. We zullen op Ten Bosse weer iets moeten zien. En dat is 5 kilometer verder. Op vrij brede wegen trekken we nu naar Brakel. Er waren overigens gisteren nog werken bezig. Zouden die al opgelost zijn? Ze zullen wel ergens. Ik denk dat we de Ten Bossestraat nu gaan oprijden. Dat je niet gelanceerd bent, zoals men zegt. Maar dat je van in het begin van de klim direct op manier stilstaat. Haaks opdraaien. Ja, haaks opdraaien. En dat kan een groot verschil zijn natuurlijk. Aanval van Bruylands op 31 kilometer van de aankomst. Dave Bruylands kan zich niet langer bedwingen. Dat is dus de werkelijke afstand tussen het oog van de camera en de renner, dames en heren. Dit is niet in het zochtrijden. Het is uitzoomen en inzoomen. Zo werkt het. Bruylands gooit zich letterlijk in volle afdaling. En het gaat hier bijzonder snel. Hier gaan we boven de 80 per uur. Dat is toch weer een selectief groepje, denk ik, dat daar aansluiting komt krijgen. Ik zag daar een Bogert, ik zag daar een Van Petegem. Guédon met de Matan. En Bruylands op een goede 75 meter tussen de motoren. De motoren, ze rijden daar nog altijd een beetje dik. We denken aan het voorval vorig jaar in volle finale toen Van Petegem demareerde. Op weg naar Denderwindeke en ook tussen de motoren belanden. Kijk eens, meer motoren dan renners. 9 man zien we daar. En wie zit daartussen? Bruylands heeft ervoor gezorgd. Ivanov, Van Petegem. Twee vrienden van weleer bij Farnfrieds. Mirko Celestino. Van den Broeke. Het is Italiaans weer. Het is daar in de zwalm een stuk beter dan hier aan de streep. Ook Ekimov, denk ik, zit in dat groepje. Van Petegem kijkt en ziet wie er allemaal bij is. Mirko Celestino bijt op de tanden. Ja, dit is niet Milan Sanremo. Dit is pakken lastiger. En Van den Broeke. Bogert, Van den Broeke, Ekimov. Van den Broeke die dus een bijzonder verstandige koers rijdt. En Karel. Ja, even het hoofd schudden bij Matan als hij omgekeken had. Daar zijn ze, maar dan toch weer aanpikken bij Guédon. Nog niet helemaal recht zetten, al gaf hij de indruk dat wel te zullen doen. Achter het groepje met Van den Broeke nog een ander groepje. Nog een man of 20, 25. Dus ook die nog niet in een verloren positie om deze 87ste ronde van Vlaanderen te winnen. Guédon, Matan en dan op 100 meter de rest. Matan die probeert zijn ademhaling onder controle te houden. Alle details tellen, zeker zo diep in de finale. Goed dat hij dat nog kan. We zijn in Neder-Brakel. Matan praat nu om met Guédon. We moeten naar helling 17, dames en heren. De Ten Bossestraat komen daarna nog de muur en de Bosberg. Vanaf nu kent u uiteraard het traject uit het oog van Petegem. Bruylands, Commesso, Cassani, redt een dijk van een koers. Jekimov. Ivanov. Ook fantastisch. Celestino. Sacchi. Bogert. En Baldato. En Fabio Baldato van den Broeke met Museo. Michele Bartoli. En hier is Celestino. Ja. Beste serieuze koproep. Hè? En nu? Komen ze nu nog eens terug? Ik denk het wel. Uit de achtergrond? Ja. Wel, 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 wel.
nog 29 kilometer. De top van de Ten Bosse ligt op 26 kilometer van de aankomst. En daar heb je inderdaad 3 renners, 4 renners. En nog een groepje van een man of 10. Maar beetje bij beetje is het verval toch groter en groter aan het worden, ja, bij de afzakkers. Het begint steeds meer pijn te doen natuurlijk. Je krijgt steeds meer mannen die nog net op het laatste moment maar kunnen aanpikken. We zitten aan het wiel van Max Chiandri, die er altijd bij is op grote afspraken, maar ook geen winnaarstype is. Daarvoor rijdt, jawel, Oscarito, Oscar Freire Gomez. En hier met de twee koplopers in Brakel, met Matan en met Guédon, kop van de koers. Guédon nerveus, samen met Cook dus een van de kopmannen in de ploeg van La Française des Jeux. Matan die niet meer omkijkt. Rijdt, heeft er net even wat woorden gesproken met Guédon om te zeggen waar waarschijnlijk de klim zal beginnen. Maar hij heeft trek volle pond. Kijk, en hier krijg je die bocht. Dus ze moeten even zo een andere weg ernaartoe. Het zal iets meer pijn doen op de Ten Bosse straat, denk ik. Maar dan heeft wel gelijk dat hij dat tempo hoog houdt, terwijl hier Jekimov in de reactie gaat. Want als je het één keer laat liggen, als je het laat zakken, dan komt er uit de achtergrond volk terug. En dan vrezen we voor die strook na de Ten Bosse straat, dat lang stuk naar de muur van Geraardsbergen. Als het daar weer een tactisch gedoe wordt, dan kan het alle kanten uit. Ja, ze hebben momenteel 12 seconden. En hier beginnen ze eraan, hè. Dus je komt nu uit die bocht uit, dus je bent niet gelanceerd. Dan dat scheelt hem zeker 5 à 10 kilometer per uur. Je moet optrekken van op 25 kilometer. Hier ging Museu in 93, toen met Maassen. Hier ging hij ook in 98. In een overweldigende demarrage. En hier gaat Slava Jekimov. Karel. Ja, en die gaat stevig door. Sacchi en Baldato probeerden de sprong te maken, maar hebben het moeilijk. Baldato moet overnemen van Sacchi, dan even het hoofd naar beneden. Jekimov is uitstekend bezig. Daarachter kijken en voorlopig zien dat de rest zich gedijst houdt. Wel aan het wiel komt van Sacchi en Baldato. Daar rijden Matan en Guédon. Jekimov op komst, maar nog niet helemaal. Museu gaat in de Ten Bosse straat. Reactie van Johan Museu met Peter van Petegem. Die probeert naar dat wiel van Museu te geraken. Dat ook doet. En dan komt Frank van den Broeke iets verder. Museu kijkt om, houdt dan even in. Van Petegem gaat die door. Van Petegem gaat door en Museu moet even passen. Frank zal nu moeten proberen de sprong te maken naar Van Petegem. En probeert dat ook te doen met Bruylands aan het wiel. En Van Petegem is alleen. Van Petegem nam op een schitterende manier over van Museu. Museu kon dat tempo van Van Petegem even niet aan. Moest dus een bres laten van een goede 40, 45 meter. En op 27 kilometer van de aankomst zal iets minder zijn, is Van Petegem nu alleen. En is het dat wat hij wil? Maar er komt er nog eentje achteraan en dat lijkt me Frank van den Broeke. Het lijkt me Frank van den Broeke en Dave Bruylands. 3 Belgen in volle finale. Wat een ronde van Vlaanderen. Plots. Heel mooi, heel mooi. En heel spannend ook. Hè. Deze mannen gaan niet zo direct op 1, 2, 3 dichtrijden als Peter naar Matan kan komen, zou dat ideaal zijn natuurlijk. Maar we geloven niet dat Peter van Petegem dat helemaal alleen zal kunnen klaren. Ah, maar daar moeten we ook nog rekening mee houden. Hè? Hij moet hier nog naartoe. Dat kan een ideale springplan zijn. Juist. Hier zo snel mogelijk bij geraken. En komt hij eraan? Daar heb je hem. Daar heb je hem. En nu, wat gaan Matan en Guédon nu aanvangen? Meerijden? Ja toch. Karel? Van Petegem is er dus bij Van den Broeke en Bruylands nog lang niet. En daar zit de rest dan weer vlak achter. Bruylands heeft een fantastische inspanning geleverd ook om Van den Broeke te volgen. De mond heel wijd open gesperd uit Bruylands. Zoveel mogelijk zuurstof binnenhappen. Dan omkijken en dan zien ze komen. Vooral de jongens van Psycho liever heel actief. Nog altijd voor Dario Pieri. Tweede inspanning van Peter van Petegem. Hebben we goed geteld? 1 keer in de Haaghoek en nu daarnet in de Ten Bosse straat. En die tweede inspanning brengt hem voorin. En wat dan gezegd van deze Frank van den Broeke? Komt dat tempo van Van Petegem niet aan? Dat is misschien veel betekenend, maar geeft zich volledig in de achtervolging met Bruylands. Bruylands toch wel, zeker zo diep in de finale, een openbaring. Ja, zeker. Dave doet hier een prachtige wedstrijd. Hè. Van Van den Broeke verwacht iedereen dat. Bruylands op dit parcours verwachten ze niet direct, maar is er wel. Dus
Zeker, hij gaat zich ten volle geven hoor. Van den Broek heeft er een enorme hulp aan. Als hij wil dat gat dichten, zal het met Dave moeten gebeuren. Mocht hij er nog aan twijfelen, Bruylands klopt definitief aan de poort van de grote jongens. Maar het is lastig, ook al gaat het een stuk bergaf, maar straks komt Parikenberg. En dan breekt het. Waar breekt het? Hier vooraan niet, want het draait rond, Karel. Ja, ik heb de indruk dat ze toch iets dichter gekomen zijn. En Bruylands heeft het moeilijk als VTP overneemt om aan zijn wiel te komen. Bruylands moet nu alle zeilen bijzetten. Recht op de trappers in het wiel van den Broeke proberen te geraken. VTP wil er graag snel bij zijn, nog voor ze echt Parikenberg bereiken. En hij sluipt dichter, meter voor meter. Gaan we 5 leiders krijgen in deze ronde van Vlaanderen. Het ziet er naar uit. Dan krijgen we Guédon, Matan, Van Petegem, Bruylands en den Broeke van voor. Ja, hij doet het prachtig. Van den Broeke. En we zijn heel blij dat hij helemaal terug is. Maar dit heeft krachten gekost. En bovendien kon hij daar op een bepaald moment toch wel een beetje profiteren van het zog van die motoren. Die uiteraard allemaal een foto willen van den Broeke. En er is nu Bruylands die weer overneemt. En Bruylands die die laatste 70, 75 meter moet dichtrijden. Hè? Maar ik vermoed dat het gaat lukken. Als Van den Broeke tenminste nog eens kan overpakken. Want echt, dames en heren, alles staat nu op scheuren. En Van den Broeke doet het. Hij rijdt er naartoe en we krijgen 5 leiders. En Van den Broeke is op de afspraak. En waar zit de rest? Allemaal motoren in het zog van deze 2. Onze Belgen doet niet slechter, Michel. Oh. 4 man. 4 Belgen tegen een Fransman. Hoe sterk is Guédon? Hier is Parikenberg, 5%. En Karel. Ja, de rest zit hier. Dat is nog 6 man in de achtervolging op onze 5. En wie zijn de namen? Baldato, O'Grady, Ivanov, Jekimov, Bogert en Celestino. En waar is Museeuw? Omkijken, Museeuw die zit nog in een groepje verder met een man of 10. En met Commesso onder meer. En wat is het verschil? Het verschil tussen het eerste en het tweede groepje is 100 meter. Tussen het tweede groepje en het derde groepje 75 meter. Maar we zitten wel op Parikenberg, dus gaat het omhoog. Waar Van Petegem het tempo maakt. Inschatting van Redam, 100 meter het verschil. Ja, op deze helling, als je echt sterk bent, dan zou je zoiets kunnen goed maken. Maar je moet weten, binnenkort zijn we daar direct in Heerasberg, de muur. Dus alle inspanningen nu gaan doorwegen. En ik heb een beetje schrik dat Van den Broeke dat eventueel straks misschien zal zuur opbreken. En Karel. Bogert die aanzet bij de achtervolgers, die vindt dat het te traag gaat op Parikenberg. Bogert en dan Ivanov en Jekimov. Baldato krijgt het moeilijk, ook O'Grady heeft het moeilijk. Celestino die glijdt mee, die gokt. En Baldato brengt ze toch weer terug. Bogert gaat er nog eens aanzetten. Bijna boven op Parikenberg, kijkt om. En Bogert weet dat daar een aantal favorieten in de problemen zitten. Onder meer Johan Museeuw in dat laatste groepje. Och, mensen, wat een finale. De spanning druipt thuis van uw scherm, mag ik aannemen. Bogert die heeft nog wel wat over, die kan nog wel wat. Heeft zich wellicht een beetje laten verrassen door die dubbele stoot van Museeuw en dan van Petegem. Die daar nog een fantastisch verlengstuk aanbreiden. In één ruk naar die 2 koploperstreep. En toen heeft Bogert misschien gedacht van, oh, dit gaat zo snel, dit ga ik niet aandurven. Ik kan dat niet aan. Misschien heeft hij daar nu al spijt van. En moet hij nu daarom werken in de volle finale. Maar dit is de Ronde van Vlaanderen, het is nu ieder voor zich. Ja, zeker. Bogert heeft nog een hele goede indruk geleverd, maar het is toch al best een vrij aardig gatje. Wat is er vooraan aan het gebeuren? Ah, nee, het is gewoon weer even de accordeon dichtgooien van den Broeke. Dat ziet er weer zo goed uit en dat kopje nog fris. Antwoord nog op vragen van Wilfried dus, of van de ploegleider. En ik denk dat dat nog een teken is van frisheid. Situatie dus met Van Petegem, Van den Broeke, Matan, Guédon en Bruylands die toch even een rustmoment moet inlassen. En dan de 6 achtervolgers met Celestino, Bogert, Ivanov, Baldato, Jekimov. Hebben wij ook O'Grady gezien? Ja, Stuart O'Grady. Hier is Fabio Baldato. En zo klein is het verschil. Ja, maar dus, het is niet zo klein. Michel, dit is best een mooie voorsprong. Die 5 vooraan die gaan zeker werken. En om het gat dicht te rijden voor Heerasberg zie ik het niet meer zitten. Het zal op de muur moeten gebeuren. Ja, je moet het inderdaad dichtrijden. Ja, dat vooral. En dan krijg je daar nog voor je aan de muur begint die veste gepresenteerd, dus ook de rekening gepresenteerd. Ja, dat kost daar enorm veel kracht. En als ik hier nu veel geef, kom je dat tekort. In de achtergrond zien we dat de Balducci nog altijd werkte met de Commesso aan het wiel. En al dagen die van Saico toch een beetje te voortvarend geweest, Karel? Ja, ik weet het niet. De
voorsprong van de tweede groep op de derde groep is toch groter geworden, hoor. Daar een groot spandoek. Museeuw bedankt voor alles. Museeuw is er gepasseerd. Moet nu hopen dat het nog samenloopt. Ze zijn hier nog wat aan het kijken naar elkaar en vooral veel aan het eten en het drinken. En in dat groepje met Museeuw zit ook Oscar Freire. Freire en hier helemaal achteraan Luca Paolini. Museeuw heeft dus nog Paolini in dit groepje bij zich. En die van Saico hebben Commesso, hebben Sacchi, hebben Pieri. Maar hier vooraan, Karel, draait het perfect rond. Een geolied raderwerk. We zijn in Goeverdingen op 22 kilometer van de aankomst. Ik ga naar de man van de streek. Hoe ver van de muur? Dat is ongeveer nog een goede 5 kilometer. 5 kilometer. En als het goed blijft ronddraaien, en dat doet het, dan blijven ze buiten schot. En dan, tactisch nadenken. Er zit hier een ploegleider naast me die natuurlijk op deze man zit te hopen. Hè? Niet deze Bruylands, op Peter van Petegem. Ik ga hem toch nog eens aanporren en zeggen van, wat moet Van Petegem nu aanvangen? Ik denk dat Peter sowieso tot de muur in een zetel zit, bij manier van spreken. Maar zoals ik Peter ken, zal hij op de muur een eerste test doen en dan zal de Bosberg denk ik beslissend zijn. Ze hebben daar samen nog eens gezeten, hè? Van Petegem en Van den Broeke in 1999. Toen Van den Broeke uit zijn pijp moest komen in dat groepje met Bartoli en aan de voet van de Bosberg vertrok naar Museeuw en Van Petegem toe. Oeh, prachtige finale was dat. We hebben de indruk dat we een heruitgave beleven. Net wel. Ik zie al een paar ploegleiderswagens naar voren gaan. Dat is toch vrij vlug. Ze hebben nog maar 12 seconden, dus dat vind ik best vrij vlug. Ik zag de wagen van, ik denk, Quickstep al door en nog een wagen. Zag je Bogert komen piepen hier achteraan, Celestino? Hoe ziet dat met jou, vriend? Ga je nog mee inschuiven? Nee. Bij Celestino wil dat dus zeggen dat het een klein beetje op is, tenzij hij straks toch nog eens poeft en een lapje opgeeft op de muur van Gerardsbergen. Karel? Ja, en die ploegleiderswagen, dat is nu weer een mikpunt voor die naaste achtervolgers natuurlijk. Het verschil inderdaad zo klein als Hendrik al zei. Dit is niet echt een voordeel voor de vijf leiders om nu een ploegleider op bezoek te krijgen. En de ploegleider met dienst is die van Lotto Domo dus. Ja, er wordt al direct gezegd wat er moet gebeuren. Dus Mark zal wel al wat directieven geven hebben. Heeft Peter van Petegem dat wel nodig? Ik denk dat Peter in deze wedstrijd zichzelf zo onder controle heeft dat hij eigenlijk de wedstrijd echt heel goed inschat voor zichzelf. De druk, Hendrik Erdant, moet immens zijn op al van deze schouders. Ja, natuurlijk. Maar dat is ook, ja, daar zijn ze ook natuurlijk voor betaald. Hè. Deze mannen zijn echt topatleten en Peter leeft naar deze wedstrijd naartoe, dus hij kan die druk zeker aan, dat is geen probleem. En zegt Van Petegem zo vaak, het kopje. Daar gaat het hem om. En de voorbije dagen ook altijd gezegd, dat kopje is perfect. Ja, zeker. Dat is het sterke punt van Peter, buiten zijn fysieke kwaliteit. Ik heb wel de indruk dat het groepje Bogert wat dichterbij komt. 9 seconden nog. Het andere groepje 41 seconden, ik denk dat we dat mogen vergeten, Karel. Ja, dat klopt. Of we het mogen vergeten, dat nog niet helemaal. Maar toch, de tweede groep komt zeer dicht bij onze vijf leiders. Hier komen de ploegleiders ook even polshoogte nemen. En dan pakken ze links vooraan de plek om de drinkbussen te geven, om nog wat directieven te geven. En dat is de plek van waaruit de wind waait natuurlijk. Het verschil nu klein geworden hoor. 100 meter. We gaan opschuiven. We gaan naar die vijf leiders toe. Hier zitten we in dat groepje op 46 seconden en daar meen ik Serge Baguet nog te herkennen. Ook Serpellini. Daarboven, daar staat die kapel op de kapelmuur. Daar moeten we dus naartoe. En dan zijn we op 16 kilometer van de aankomst. En dan is het nog niet gedaan, want dan moeten we nog naar de Bosberg. En nu al meegeven, als je als solo wil gaan op de muur, moet je rekening mee houden dat je wind op kop hebt tot de streep. Het is in volle finale, dames en heren, maar toch nog heel even meegeven dat u toch nog kunt bellen voor een van die vrijkaarten. Hè? Wie heeft de ronde 25 jaar geleden gewonnen in 78? Was dat 1 Merckx, 2 Roger de Vlaming of 3 Godefroot? Bellen naar het nummer 0905560022 of sms'en naar het nummer 3022 met RVV, je nummer, je naam en je adres. Het is de laatste keer dat we het zeggen. Voor 4 uur moeten we het doen. Nu concentratie op deze koers. Ja, hier rijden we Gerardsbergen binnen. Hè. En ze zijn dus echt vrij dicht. 9 seconden is een moeite in 100 meter, zo. 150 meter. En Karel.
Ja, ik denk dat ze gaan aansluiten vlak voor de vesten. Fabio Baldato die probeert de sprong te maken hier op die brug. Zij zijn boven met de vijf, met Guédon als eerste, dan Matan van den Broeke, Bruylands van Petegem en de anderen zijn daar. We krijgen een nieuwe kopgroep, nieuwe situatie. Vooraan rijdt er eentje weg. Wie is Guédon? Hier is Guédon. Het is de Fransman die wegrijdt. En de Vlamingen die is een beetje zaten te belonken. En dus gaat Guédon plots piepen. Oeps. Nog 18 kilometer. Die zal zichzelf nu wel kunnen tegenkomen op de vesten, want dat is niet van de poels. Ziet jij in je binnenste te hopen? Ja, dat wel natuurlijk. We krijgen een totaal andere situatie nu. Er zijn heel wat andere mannen bijgekomen. Een Bogert die mij nog een heel goede indruk heeft. Ook Ivanov is nog zo. Guédon die vrij groot trapt. Ah, nu toch wel een beetje teruglegt. Moet wel, hè. Dit is een vrij stijl stukje. En dan gaan we zo meteen de marktplaats oprijden. Dan zwenken naar rechts en dan beginnen we aan de vesten op de kasseitjes. En dat is ook stijl, vooral die eerste 50, 60 meter, zo is de rek heel stijl. Ook de achtervolgers nu aan die S-bocht met de Bruylands vooraan. Ook Jekimov en hier Stuart O'Grady. Snelle man. Celestino, al een paar minuten geen meter kop gedaan. Hij moet nu daar de bocht pakken naar links en kijkt eens naar die massale belangstelling. De kasseien liggen niet zo goed hoor. Dat valt best tegen als je erop zit. En het is toch best een eindje. Het is een goede 250 meter. En tot boven is dat niet echt goed lopen. Hij gaat nog altijd goed vooruit, maar toch oogt zijn tred niet zo heel soepel bij Frédéric Guédon. En Karel. Ja, dus Guédon daar voorop. Dan 100 meter verder dit tiental. En een vaststelling. 11 verschillende renners, 11 verschillende ploegen. Het kan een zeer boeiende finale worden. Ivanov vraagt om assistentie. Heeft lekker band. Lekker band achteraan. Sergej Ivanov. En dat is een belangrijke pion die vooraan wegvalt. Want die kan geen tempo meer maken. Is nogthans een keiharde jongen, hè? Een knokker. Respect voor deze keer, hoor. O'Grady achteraan, Celestino al de hele tijd achteraan. En hier Guédon, de bocht naar rechts, op naar de muur. Hier kregen we een paar jaar geleden die valpartij, hè, waar Van Petegem en Museeuw dan doorgingen. Maar toen lag het een klein beetje nat en Van Petegem en Museeuw wisten dat het gevaarlijk kon zijn en die anticipeerde. Van den Broeke deed dat niet en die lag tegen de grond, maar kwam toch nog terug. Guédon. Als solist naar de muur. Nog altijd niet op dat steile stuk. Dat komt nog een eind verderop. Aangemoedigd. En zo hoort het ook. Want hij rijdt een fantastische ronde van Vlaanderen. En zijn voorsprong? Oh, klein. Heel klein. Daar gaat. Heel klein. Hij komt zichzelf een beetje tegen. Van den Broeke die zich goed in tweede positie nestelt. Van Petegem gaat. Van Petegem op kop. Maar dat is gewoon tempo maken. Dat is zeker niet springen. Maar het is wel een hoog tempo. Je ziet dat aan de stijl van Bruylands. Hier van Petegem, dan Van den Broeke, dan Bruylands, dan Fabio Baldato, Bogert, Guédon. Durst Van Petegem hier al alle registers open te trekken. Met Van den Broeke gaat er een klein beetje moeizamer, maar hij gaat wel voorbij Van Petegem. Dat zijn duidelijk de twee beste in deze kopgroep. Bogert zakt er een klein beetje door. Celestino ziet haast kapot. Hij zit nog wel bij de koplopers. Een immense strijd, een prachtige tweestrijd tussen Van Petegem en Van den Broeke. Van Petegem verdappert, Van den Broeke die meegaat. Bruylands die het vertikt om het op te geven. Het is nog altijd niet die steile bocht hoor. Nee. Het is pas zo meteen dat we opdraaien. Hier dus. Voilà. Twee coryfeeën van het Belgische wielen. Prachtig. En ze rijden er van weg, Hendrik Redant. Oeh. Deze zakt er compleet door, Baldato. Je krijgt waarschijnlijk net het gevoel toen hij met Museeuw... Op de kapelmuur, een ontketende Van Petegem en Van den Broeke die gezwind meegaat. En dan Baldato. En Bruylands, Guédon, Jekimov, Bogert, Matan, Celestino en O'Grady. En toch is de voorsprong nog altijd niet groot genoeg. Als de twee nu samenwerken, goed blijven ronddraaien, dan moeten ze ervan wegrijden. En ze hebben elkaar nodig in dat stuk tegen de wind. Ja, maar het is toch best een end. Hè? Het is nog een twaalftal kilometer van de top. Dus dat kan beslissend zijn. En hier komt nu Miki Bartoli naar boven. En met de Dario Pieri. Maar dat is ver. Heel ver. Die komen niet meer terug.
Ook Weinsteins is geslagen. Ook Sacchi. Miki Bartoli, maar die test zichzelf nog eens graag, want die wil toch nog klaar zijn straks in de Amsterdam Gold Race in Luik-Bastenakeluik. En gelijk heeft hij. Ook al de mannen van Lampre zijn geslagen. Oscar Freire, de Ronde van Vlaanderen is voor Freire een kilometer of 25 te lang. Ja, misschien wel. Het is natuurlijk ontzettend lastig en de parcourskennis zal hem misschien een beetje opbreken. Het doet te veel krachtverlies in de wedstrijd zelf. Mocht u nog twijfelen aan de wedergeboorte van Van den Broeke, schrap die twijfels. Hier is hij. Wat er ook nog gebeurt in deze wedstrijd. Nog 15 kilometer en hij gaat voluit mee. Ja, zeker. Hij geeft zich ten volle. Dat zie je direct aan zijn stijl. Zo herken ik hem. Als hij echt alles geeft, rijdt hij op deze manier. We gaan dan lekker ver in de beugel. En op deze manier is de echte Van den Broeke weer aan het werk. Die Bosberg die wordt wel heel vroeg aangekondigd. Het is nog een einde. Karel? Ja, weet je nog die ronde toen Van Petegem won in 1999. Van den Broeke hier het gat gedicht op Van Petegem en Museeuw. Nu moet hij hier het gat niet dichten, hij is gewoon mee. Hierachter Bogert die het leeuwendeel van het werk voor zijn rekening neemt. Wie gaat overnemen? Jekimov, Matan en O'Grady. Guédon laat zich nu meeglijden, net als Bruylands en Baldato. Het is nog niet gestreden, ze willen nog wel hierachter. Inderdaad, we zien dat nu vanuit de helikopter. En hier wordt nog altijd gevlamd in de achtervolging. Het was overigens niet het spandoek dat de Bosberg aankondigde. Nee, het spandoek van de laatste 15 kilometer. Dat is veel beter. Zo, nou eerst een paar bochtjes krijgen en dan dat verschrikkelijke, vervelende stuk naar de Bosberg toe. Het valt niet op, maar het is echt vervelend vooraleer je aan de kassei komt. Tussen de bomen daar, hè? Ja, en dat is zo'n betonstuk en dat gaat zo'n 3% naar omhoog, maar dat doet verschrikkelijk pijn en je bent eigenlijk al in volledige verzuring, zeker bij het einde van zo'n zware wedstrijd, vooraleer je kassein begint van de Bosberg. Maar we zijn al in Moerbeke. We zijn op goed een anderhalve kilometer van de Bosberg, anderhalve kilometer van de kasseien, waar het huis van Johan Bruineel staat. Twee Belgen op kop. De man van de streek, Peter van Petegem, het wonderkind van Weleer. Hij staat er weer, Frank van den Broeke. Kijk, hier gaan ze links en van dan af begint het stilletjes aan. Lichtjes bergop te gaan en dat is tot de voet van de Bosberg. Met Van den Broeke gaat het uitstekend, maar ik heb echt de indruk dat het met Van Petegem echt vingers in de neus is. Het verschil. In de bocht. De chrono, tak, 12 seconden. Voorspellingen dan. Nou, ik denk dat Peter op de Bosberg toch nog eens het volle pond zal geven om het haatje te behouden. En ik denk dat Van den Broeke zonder problemen zal kunnen aanpikken, zoals ik hem nu bezig zie. Hij heeft sowieso alles en uit de achtergrond zie ik enkel nog een Bogert in staat misschien om terug te komen. En slim als ze alle twee zijn toch regelmatig aflossen. Dat hebben ze absoluut nodig. Ze hebben elkaar nodig om te kunnen winnen. Dit is het stuk waar ik net over vertelde. Michel, dat is een goede 300-400 meter, maar dat is echt verschrikkelijk lastig. Dat is het stuk waar Van den Broeke in 1999 wegreed op weg naar de twee koplopers van toen. Museeuw en Van Petegem. En even een round-up van wat er gebeurd is, vooral naar Museeuw toe. Al dat werk op de Haaghoek en later op de Ten Bossestraat, terwijl daar Matan het probeert. Matan probeert het. Museeuw, zou die dat allemaal voor Van den Broeke gedaan hebben? Misschien wel, maar ja, dan, ik weet niet of ze van de morgen reeds wisten dat Frank zo goed ging zijn. Om echt in deze finale, de volle finale, te redden. Matan in de rol van den Broeke in 1999, Karel. Inderdaad, en is goed hoor. Hierachter komen ze niet dichter. Ze zitten allemaal piepdood. Matan een meter af 30, 40 al voor die groep uit. Maar de kloof dichter tegen Van Petegem en Van den Broeke. Ja, ik weet het niet hoor. Hij heeft het lastig, Matan. Hij heeft het lastig omdat Van Petegem hier inderdaad nog eens alle registers opentrekt op die Bosberg. Het gaat snel hoor. Het gaat verschrikkelijk snel op de Bosberg. De laatste helling. Voor velen is de Ronde van Vlaanderen hierboven gedaan. Maar zij moeten het nog klaren na de Bosberg op die strook van 12 kilometer. Karel. Zeer gezwind, zeer sterk. Sergej Ivanov komt nu terug aansluiten bij dat groepje met O'Grady en Bogert. Hier is hij, Ivanov. Terug aangesloten vlak voor de Bosberg. Zal ongetwijfeld veel krachten gekost hebben. Maar ik moet wel zeggen, hij moet beren sterk geweest zijn. En Matan die zichzelf tegenkomt. Matan die sprong vergeefs. Hier de twee. In het zicht van de top. Zo lastig.
ook naar het einde toe van die klim. Nog altijd een taaie bedoeling, stukje 11%. En wat doet Van den Broeke? Van den Broeke achter het wiel van Van Petegem uit. Oh la la la. Van den Broeke met een formidabele jump op een grotere versnelling dan Van Petegem. Van Petegem moet alles uit de kast halen om aan te sluiten bij Van den Broeke. Van den Broeke, alles of mis, speelt wel een gevaarlijk spel. Want Van Petegem gaat er wellicht toch nog aan hangen, gaat mee kunnen. En dan de verstandhouding, jongens. Pas op. Pas op. Van Petegem stond net te klaar. Hè? Van Petegem was verwittigd. Is verwittigd. Karel? En ook achteraan blijven ze koersen. Jekimov, Baldato en Matan nu van de andere weg gereden. En Ivanov met een versnelling daar weer naartoe. Bogert die valt bijna van zijn fiets. Bruylands harken. Celestino, ook ready. En Guédon. Het wordt nog spannend, want de wind die blaast in het nadeel tot aan de finish. Het is nauwelijks houdbaar. Het is haast niet te overleven van de spanning. En nu Van Petegem overnemen, je hebt geen keuze. Eigenlijk moeten we het zeggen zoals het is. Het beste wat ze nu kunnen doen is een bedrag overeenkomen. Oké, jongens, we gaan ervoor rijden en de winnaar betaalt. Ja, misschien wel, maar... Het heeft niks met omkoppen te maken, nee. Het is gewoon zeggen, kijk, we gaan voor zoveel rijden en laten we voor sprinten. Ja, ze moeten sowieso overeenkomen. Als ze dat niet doen, dan worden ze gewoon ingelopen. De voorsprong is met moeite 150 meter. En als je weet dat dit eerst nog een goede 6 kilometer tot in de windik is, volle bak wind op en dan draaien ze links. Er wordt nu al gepraat. Ja, ik denk dat Van Petegem even aan Van den Broek vraagt wat de bedoeling was van dat kleine spurtje daar. Ik denk dat hij vroeg, weet jij de weg naar Meerbeke? 22 seconden. Je hebt vanuit de lucht de indruk dat het iets minder is. Bruylands die zegt hier achteraan, nee jongen, ik kan niet meer, ik zit kapot. Ik heb na die Berendries zoveel energie verspeeld dat het helemaal op is. Het gat wordt toch groter, de wagens wachten weer, dus ze krijgen sowieso weer een neutrale wagen achter hen. Dus het gat is zeker weer al minstens 25 seconden. Ik lees 21 seconden. En Van Petegem, de situatie waarin hij nu zit, is rianter dan die van vorig jaar. Toen hij op papier nogthans beter was. Want toen won hij die afsluitende tijdrit in driedaagse de Pannekoekzijde, nu niet. Nou, ik denk dat Peter, ik heb hem de laatste twee weken extra aan eens kijken. Hij is nog altijd aan het praten met de volgwagen. Dus... Hij is zeker sowieso nog alert en ik denk, ik heb hem gewoon zien groeien. Hij kwam met San Remo, kwam hij er spijtig genoeg niet direct aan met die gripaanval. Maar de laatste twee weken in Waregem heeft hij nog verschrikkelijk veel afgezien. Aarlbeke ook, maar hij is gewoon iedere dag gaan verbeteren en dit is het resultaat. Bij iedere passage wordt er een klein beetje gepraat, u begrijpt waarover het gaat. Als een van de twee zegt nee, ik rij niet meer mee, dan komen ze in de achtergrond terug. Dat is de harde wet van de wielrennerij. Dus doen ze er inderdaad verstandiger aan om overeen te komen. Bogert heeft de sporen van een valpartij ook. Inderdaad, zowel links als rechts. En daar komt Jef Brakenveld nog een laatste keer. Met naast Jef Brakenveld, André Tschmil. Jef is in Nederland oortjes gaan kopen. 5 stuks. 8. Kon niet, want dat was een beetje te duur. Ja, ze hebben natuurlijk hun geld opgebracht. Een man in de finale mee. De onze zware Dave Bruylands. En dat met een kleine ploeg. En Karel. De achtervolgers op 10 kilometer van de streep. Baldato doet nog eens de rij. Vraagt aan iedereen meewerken. Kom aan, ronddraaien. Als dit stuk tegenwind kunnen we nog terugkomen. Zij met twee, wij met z'n tienen ondertussen opnieuw. Of met z'n negenen liever. Dus met 9 tegen 2. Dit stuk in principe moet het kunnen. Maar ja... Het is een adembenemend mooie finale. We hebben heel lang getwijfeld of er nog wat zou van komen. Maar het is dan toch gebeurd. De hele boel is opengescheurd. Mede dankzij de inspanningen van Museeuw. Hij heeft twee keer echt een bom gelegd. En daar heeft Van Petegem van geprofiteerd. En Van den Broeke ook. Een splijtende Van den Broeke. Van den Broeke die inderdaad op de afspraak is. We geloofden hem zelfs niet toen hij zei van ik ga er staan, ik ben goed. We dachten, nou gezien de koersen van het voorbije weekend toch niet echt super. Hij is hier perfect mee bezig geweest. Ja, goed af voor hem. Hè. Als je ziet hoeveel problemen hij heeft gehad om dat op dit niveau terug te komen en mee te spelen in de Ronde van Vlaanderen. En eventueel zelfs kunnen winnen, dat is echt goed af, echt waar. Hij kan de Ronde van Vlaanderen winnen. En het seizoen is voor hem nog niet klaar, hè? Nog niet af. In tegenstelling tot Van Petegem kan Van den Broeken ook like Bastien Akkerluik winnen. 22 seconden. Wedstrijd is nog altijd niet gereden. Ze rijden niet echt van weg, hè? Inderdaad.
tot Dender Windeke staat. Die windpal op de neus. Hoe zit dat in het stuk van Dender Windeke tot Ninoven? Ja, dat gaat niet veel schelen. Daar gaat hem iets meer op de zij zitten misschien, maar sowieso toch altijd nog van de kop af. Ja, en die neutrale wagen gaat daar nooit naast komen, hè? Spijtig genoeg niet. Nee, het is geen ploegleider, dus zal niet de toelating krijgen om daar iets gaan te vertellen. En dat kan bij deze dus wel? Dat kan bij die wel, en dat kan soms het verschil uitmaken. Hè. Je zal en daar word jij dus nerveus van? Ja, ik weet dat. Maar normaal gezien laten ze het niet meer toe in de laatste 5 kilometer, dus we zullen in principe geen volgwaas meer kunnen zien vanaf de draai vanaf Dender Windeke. We zijn in Nieuwenhoven, bij jou thuis. Iets verder nog, ik woon in Dender Windeke zelf, dus dat is hier, ik woon hier vanaf hier nog 1,5 kilometer, denk ik. 9 kilometer, 8 kilometer, dat is inderdaad nog iets preciezer, nog 3 kilometer op dit stukje, op dit winderige stukje. De voorsprong groeit, daar staat 22, men zegt nu ergens op de wedstrijdradio 38, zou dat kunnen? 24, dat lijkt me iets juister. Het oogt bij Van Petegem allemaal zo soepel. En hij houdt dat kopje weer een beetje scheef. En dan zegt zijn pa, dan is hij goed. Ja, sowieso. Hier zijn ze een klein stukje afdaling. Nou, nu net aan de kerk gaan ze weer even wat barhop krijgen. Hier sprong hij vorig jaar. Ja. En belandde hij tussen de motoren. Ik krijg even zo'n knikje zo van een goede 100 meters. En vorig jaar ging hij dan door, maar toen was er Nardello. En dan ook nog Tafi. Dat trekt weer serieus door. Oh, lala. Dit voelt Van den Broek. Van den Broek, je moet niet naar zijn stijl kijken. Als hij volop rijdt, rijdt hij iedere keer zo. Dus, dat wiegen, hè? Ja, dat zegt dus niks. Of je nu kapot zit of niet, dat ga je er niet aan zien. Hij rijdt altijd op deze manier. Dit is stilistisch wiegen. Dus niet gewoon breed uit, maar zachtjes. Ja. In een ritmische beweging. Dit is een flyer. Ja, kracht zetten gewoon. Hij is gewoon sterk. Hè. Van Petegem doet het wel heel soepel. Een versnelling een tandje minder. Kijk ook naar het verschil in stijl. Van den Broeke met het kontje wat hoger, Van Petegem zit wat lager. Van Petegem de Costo, de sprinter, Karel. Ja, en als die twee nog verder uitlopen, dan moeten ze wel oersterk zijn. Want hierachter blijven ze draaien, blijven ze samenwerken. Af en toe is tijd voor een slok als je achteraan weer inpikt. Maar voor de rest geven en geven. Nee, de wagen van de jury gaat naar voren. Van Petegem of VTB, het wordt een Belg, denk ik. Het is vaak zo, Karel, in de finale van de Ronde van Vlaanderen. Na 19 hellingen, na 23 kasseistroken, 22 kilometer kasseien, komen de betere voorin. Zeker als er onderweg vaak doorgekoerst is, dan wordt het kaf van het koren gescheiden. En dit is vol koren. Ja, zeker. Het zijn twee mannen die er naartoe geleefd hebben. En ik weet hoe Peter er naartoe geleefd heeft. En dat zou met Frank wel hetzelfde zijn als je dan deze manier in de finale tegenover elkaar komt te staan en iedereen het nakijken heeft. Ja, dat heeft een ontzettend gevoel van macht. Nog 6 kilometer. En ze blijven uitlopen. Hè. Nog een kleine 10 minuten en dan weten we wie de Ronde van Vlaanderen wint. Spannend tot en met 26 seconden. En op die lange stukken, daar ging er achter de bocht, dan zien ze de twee toch nog even rijden. Hè? Zeker het gevolg van die twee. Maar het is op bij die achtervolgers. Van den Broeke die nog eens doortrekt. Nu krijgen ze een stukje bergaf tot aan de kerk. Je zet het beeld van Van Petegem op dat van 99 en je krijgt een blauwdruk. Ongelooflijk, hij is altijd op deze manier. Hij straalt enorm veel kracht ook vanuit. Maar ik moet zeggen, ook Frank. Hè. Frank rijdt een bewonderenswaardige. De weelde is plots enorm groot. Terwijl we al een klein beetje zaten te jammeren omdat we Ogarme nog maar 8 koersen gewonnen hadden met de Belgen. Maar we hebben met Musée wel de Omloop het Volk gewonnen. En met Matan wel de proloog van Parijs-Nice. En dat staat heel mooi. En we zijn op weg om de Ronde van Vlaanderen binnen te halen. Nu al 31 seconden. Ik zie net Mart passeren, die had met de volgwagen toch nog tot aan Peter geraken. Dus, En waarom is dat nog belangrijk? Dat kan belangrijk zijn. Als er moet maar een zak over in zijn wiel draaien of zo, dat je direct nog iets kunt doen. Je weet nooit. Hè. En toch nog een laatste richtlijn geven, even nog wat kalmte geven, zeggen ik ben hier al. Dat kan wat rust geven. Dat is waar. Maar er zijn anderzijds ook de oortjes, hè? Sowieso, maar toch een renner heeft toch altijd graag het gevoel dat die ploegleider bij hem zit in de buurt. Oké, en Karel ook. Nog
5 kilometer voor Van den Broeke en Van Petegem. Op dit moment rijden ze onder een spandoek en komt Wilfried Peters aan de zijde van Patrick Lefevre nog eens bij VDP langs. Jean-Marc van den Bergen, de mechanicien op de achterbank, zit het allemaal te bekijken. Heeft zoveel grootse dagen meegemaakt in de Ronde van Frankrijk met Lance Armstrong. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn voor hem om ook met VDP die revival mee te maken. VDP aan het wiel van Van Petegem, links opdraaien in Denderwindeke. Bij Quickstep David Amon hebben ze het voordeel, het grote voordeel dat ze al twee dikke vette prijzen binnen hebben. Omloop het Volk en Milan Sanremo. Dat is een enorme geruststelling en dat helpt zo vaak. Bij Lotto Domo hebben ze dwars door Vlaanderen, maar dit is natuurlijk nog wat anders. Er ligt Hendrikker dan bij jullie zover in de weegschaal. Ja, inderdaad. Voor ons maakt dat geen veel uit. We hebben naar deze wedstrijd naartoe geleefd, vooral met Peter. En inderdaad, de andere mannen hebben heel wat punten al kunnen vergaren en overwinningen waar wij het niet kunnen doen hebben. Maar we maken nu vandaag toch een heel grote kans, denk ik. 32 seconden. In 4 kilometer geef je dat normaal gezien niet meer prijs. En ze blijven uitstekend ronddraaien en ze blijven praten. En nog een paar euro's opdoen. Ik denk niet dat het zover moet gaan zoeken, hoor. Nee? Nee, toch niet. Centen dus. Je ziet dat ook aan Mark. En Mark zegt ook van, come on, alles. Ze moeten blijven rijden. Dus, dat is gewoon nu gewoon rijden tot de finish. En elkaar opheppen. Ik denk dat, ja. Het is gewoon dat. We moeten blijven geven. Want kijk, de wind zit dus nog altijd in het nadeel. Je kan je duidelijk zien aan het spandoek van de 4 kilometer. Het bolt dus echt niet, hoor. Het is een nieuw asfaltvlak die erop ligt. Nog niet zo lang. Maar het is echt volle bak nog wind op. 4 kilometer staat daar links bovenaan uw scherm. 4 kilometer. Van Petegem. Die is zo onderkoeld, hè. Ik vraag me af of die al ooit nerveus geweest is. Maar ook Van den Broeke kan verdomd dat kopje koel houden, Karel. Ja, het is een kluwe van auto's en motoren. En ginder de achtervolgers. En voor die achtervolgers moet dat zo frustrerend zijn. Die twee zien rijden en er toch geen meter dichterbij geraken. Zo sterk dit duo. Nog eens omkijken. En die voorsprong van de twee die groeit steeds maar. Hier zit de winnaar. 37 seconden op onze chrono, 38 seconden. Dus, het klopt wat daar staat. Hier hebben ze het hoogste punt en vanaf hier gaat het in dalende lijn tot de kruising naar de finish toe eigenlijk. De kerk op de hoek is er niet meer, dames en heren. Tenminste, die oude kerk, die rode kerk, die is afgebroken. Er staat een nieuwe kerk, een modern ding van de architect Bruno Longeval. Dat richtpunt is een beetje weg. Hè? Aan de hoek daar, vlak voor de vod. Je ziet hoe de wind stoot, hè. Kijk eens. En nog 3 kilometer. En nog altijd tegenwind, Karel. Ja, tegenwind. Pal op kop, pal op de neus. En dan toch kijken naar die teller. Want we zijn ondertussen 250 kilometer ver. En die mannen rijden tegenwind nog altijd. Ruim 40 per uur, 41, 42. Op de teller hier bij ons heb ik al de marge genomen. Die wijst 5,46 aan. Nu zitten we in een dal. Een stukje, dat gaat nu nog sneller natuurlijk. Nu gaan we naar de 50. Ongelooflijk, na 250 kilometer. In 99, in de laatste kilometer onder de vod, waagde Van Petegem nog een sprong. En Van den Broeke reed toen het gat dicht. Zij Van Petegem achteraf, dat was meer een pistiersbeweging. Even een schijnbeweging uitvoeren om laten te zien hoe sterk ik wel was. En toen begonnen ze samen met Museeuw er nog bij, met z'n drieën aan die eindsprint. Van Petegem kwam er stralend bovenuit. En nu, nog 3 kilometer. Van Petegem op papier sneller dan deze Frank Van den Broeke. Normaal gezien wel, maar na een wedstrijd van 255 kilometer, licht gellende finish, kan er van alles gebeuren natuurlijk. Maar in principe is Peter inderdaad de snelste. Mentale weerbaarheid, daar gaat het ook om. Karel. Ja, en in 99 werd toen ook nog gespeurd voor die tweede plek. En toen was Van den Broeke de snelste, maar dat was natuurlijk achter Van Petegem. Van den Broeke nu weer in dat wiel. En nog eens praten op 2 kilometer van de streep. Van den Broeke of Van Petegem, zeggen jullie het maar. In principe Van Petegem, omdat hij sneller is. En omdat hij het voordeel heeft dat hij het in deze situatie al eens afgemaakt heeft. En dat voordeel heeft Van den Broeke niet. Als Van den Broeke won in zijn gouden periode, dan was dat meestal als solist. Het is ook wel zo, ik denk voor Frank is dit al een overwinning op zich. Op zichzelf door hier in deze finale mee te zijn. Peter die heeft zoveel druk nu, die moet per se winnen natuurlijk, omdat hij zichzelf die druk opgelegd heeft.
Maar voor Van den Broeke is dit al een overwinning, hè, na de wederopstanding, laten we zeggen. Hij is er nog altijd niet helemaal gerust in, Peter van Petegem. En het is ook logisch. Aan het eind van een race van nu al 253 kilometer. We zijn op 2 kilometer van de aankomst. En we kijken achteraan naar Nico Matan. Die IJzona vooraan aansloot. Matan heeft de beste ronde van Vlaanderen in zijn carrière gereden. Zonder enige twijfel. Proficiat Nico. Ivanov was anders ook nog een man geweest die dat aankomt. Ja, met die lekke band zag hij zijn kansen toch wel verloren gaan. Het is een ware slijtageslag geworden door al die aanvallen. Ook een tactische koers, maar hier is de vlot van de laatste kilometer. Met Van Petegem op kop, Van den Broeke aan het wiel. Nog een paar hectometer op deze baan en dan draaien ze rechts de hallebaan op. Nog eens omkijken, de voorsprong is geruststellend. Van Petegem resoluut, al is het tempo niet echt zeer hoog. Daar ginds, daar aan de verkeerslichten, daar rechtsop en dan nog een kleine 500 meter. Sprint bergop als pistiers. Tempo nu wat drukken. Van Petegem meester van het gebeuren, maar ook Van den Broeke in een meesterlijk spel. Zeer intelligente jongen, weer de grote Van den Broeke. De Van den Broeke van 99. We hebben het laatste van Van den Broeke inderdaad nog niet gezien. Nog 100 meter en dan rechtsop draaien. De hallebaan op. De Ronde van Vlaanderen. De eerste voor Van den Broeke of de tweede voor Peter van Petegem. Van den Broeke doet het heel cool, hè? Ook thuis bij de mensen nu. Hartslag 170, 180 durf ik wedden. En nog 450 meter. Slingerbewegingen. Van Petegem wil zich niet laten verrassen. En daar gaat Van den Broeke. Van den Broeke gaat van ver, van zeer ver. Van Petegem mag zich niet laten insluiten en laat zich niet insluiten. Van Petegem gaat nog versnellen. Van Petegem moet nu met zijn ultieme versnelling komen. Nog 200 meter en hij sprint Van den Broeke uit het wiel. En Van Petegem wint de Ronde van Vlaanderen. Van Petegem wint 4 jaar na zijn eerste, zijn tweede Ronde van Vlaanderen. Schitterende prestatie. Van Petegem op 1, Van den Broeke op 2. De Belgen zijn top. Prachtige wedstrijd, hè? De ganse tijd spanning alom en dan twee Belgen op 1 en 2 en nu misschien nog een derde, maar dan misschien nog, wie weet. Een unieke ontknoping, Fabio Baldato of O'Grady voor de derde plaats. O'Grady gaat naar de derde plaats, Baldato is nipt vierde, Matan knap vijfde. En dan zien we Guédon op 6, Ivanov op 7, Jekimov op 8 en Bogert goed negende in zijn allereerste ronde van Vlaanderen. Ook dat is knap werk. Peter van Petegem wint voor Lotto Domo de Ronde van Vlaanderen. En ik kan u verzekeren, dames en heren, dat de opluchting ook hier in de commentatorscabine groot is. Omdat Hendrik Erdant ploegleider is van deze ploeg. Maar zich desondanks nog altijd perfect opgesteld heeft. In kritische zin en objectief gebleven is. Mooie koers. Prachtige wedstrijd. Hè. Spanning alom en ik vind het heel mooi dat onze Belgen... het toch weer maar gedaan hebben. Ze hebben de meeste overwinningen, maar in deze hegemonie waar de Italianen momenteel aan beginnen, om deze wedstrijd op deze manier te domineren, prachtig. Van den Broeke probeerde het van ver, maar dan staat er op de explosiviteit, op die demarrage in die slotsprint van Petegem gewoon geen maat. Met lengteverschil verslaat hij Van den Broeke. Maar je kan Van den Broeke hier onmogelijk de geklopte noemen. Nee, zeker niet. Zoals ik al zei, net op een 4-5 kilometer van de meet. Voor hem is het een bevestiging dat hij weer op een goede manier bezig is en dat hij weer er terug is, de Van den Broeke van weleer. En die gaan we nog wel in Luik-Bastenaken-Luik zien ook, denk ik. Hij zal natuurlijk wel een beetje balen, want het is een geboren winnaar. En kijk naar dat gebaren met de hand. Ja, er is niks aan te doen. Deze van Petegem is inderdaad te sterk. Peter van Petegem. Zo vaak wint hij niet. Maar wat hij wint, mag er verdorie zijn. Twee keer de Ronde van Vlaanderen en 3 keer de Omloop het Volk. Ja, dan ben je een oer-Vlaamse coureur. Zeker. Peter kent deze wedstrijden door en door. Toen ik jaren geleden met hem al ging trainen, was hij de man al die baantjes allemaal kent. En dat is een heel groot sterk punt. Hij is mentaal heel sterk, fysisch en hij kent de parcours en zijn broekzak. En daar maakt hij enorm goed gebruik van. Ja, het is misschien een beetje misplaatst om nu al heel ver naar voren te kijken, om vooruit te blikken. Maar we hebben hem de voorbije winter bezocht en toen zei ik, Parijs-Roubaix ga je nooit kunnen winnen. En toen zei hij spontaan, wedden we dit jaar?
Ja, ik denk dat hem zelfs eerst gezegd had dat hij nog sterker zal voor de dag komen in Parijs-Roubaix, omdat hij dus die week verloren heeft rond Milan-San Remo. Maar hij staat dus eigenlijk nu al op topconditie. Dus de spurt heeft hij heel goed ingezet. Heel klein, Van den Broek stond vrij groot. En pas nu heeft hij geschakeld en moet Van den Broek direct passen. Dus daar heeft Van den Broek het al begrepen. Dit is gewoon verschroeien, verpletterend de manier zoals hij hier van weg sprint. En dan heeft hij ruim de tijd, 70 meter de tijd om te genieten. Dat is prachtig natuurlijk. En dat helpt ook. Dat gevoel, ja zeker. En daar is Angélique. Ook zij maakt een droom waar, hè? Enfin, Arvin voor haar. Want ze wilde zo graag eens genieten van een wereldbekerzege van haar Peter. Wel, het is zover. Een Peter Werelds cool, zoals altijd, ongelooflijk. Ja. Hè? Dat ziet hem wel. Het is altijd op dezelfde manier. Je weet altijd wat je aan hebt. Eén van Petegem, twee van den Broeke. Een droom van een uitslag. 3 O'Grady, 4 Baldato, 5 Matan, 6 Guédon, 7 Ivanov, 8 Yekimov, 9 Bogert en 10 een puiken Dave Bruylands. We doen mee. Ja, we hebben 4 Belgen in de eerste 10 alsjeblieft, dus in deze wedstrijd. Amai. Wat Bruylands laat zien op jeugdige leeftijd laat ook het beste verhopen. En hoed af ook voor de spirit van Jeff Brakenveld en Schmil dat ze erin slagen om die mannen op een hoger pijl te tillen. En dan denk ik dat er toch hier en daar, terwijl Sarah denk ik, van mevrouw Van den Broeke, Peter van Petegem komt feliciteren. Ja, spijtig dat die Bruylands, dat hij inderdaad naar een kleinere ploeg moet overschakelen om hier dit niveau te bereiken. Ja, Dave is gewoon een steengoed renner en ik denk dat hij nu deze kans zeker met twee handen grijpt. En als je ziet dat hij in de Ronde van Vlaanderen dan meespeelt, dan gaat hij zeker in de Waalse Pijl en Luik Bastenaken-Luik ook een rol kunnen spelen. En Karel is klaar. Karel, doe maar. Inderdaad, we staan bij de klassebak uit Brakel. Peter van Petegem, het was eigenlijk de aangekondigde kroniek van je tweede overwinning. Hè. Wat je deze week in de pan hebt laten zien, de conditie was super. Alleen de ronde moest verlopen zoals jij dat wilde. En is dat zo geweest? Het was een zware ronde, zeker met de wind. Het laatste deel was veel wind op de kop en de koers brak open. Op de Koppenberg altijd groepjes die wegreden. Maar de jongens van mij, van 700, Serge en Oste, hebben een aantal keren alles teruggebracht. En toen was het even goed uit de doppen kijken en een aantal keren meegaan. En ik zag in Brakel dat iedereen toch einde kracht was. En daar hebben we de koers in handen genomen. En de groep, kleine groep is dan teruggekomen op de muur. En daar hebben we samen met Frank een redelijke forsing gevoerd. Ja. Heb je op geen enkel moment gepanikeerd? Want die slalom daar altijd tussen als een coole kikker. Hè? Op geen enkel moment paniek? Eenmaal... op het moment dat de Michel demareerde op de kasseien en Gorenbeek. Vlak bij je deur. Ja, dus heb ik serieus moeten rijden, maar ik zag op de Leebergen vielen ze ook een beetje stil. En toen wist ik, vandaag gaan we toch dicht eindigen. Oké, bedankt Peter van Petegem. Ze melden ons dat we moeten afronden. Straks interview met Frank van den Broeke, maar dat moet van iemand anders komen, want de Eurovisie zegt nu eenmaal dat het zo moet. Een flash interview. Heet dat. Het is een beetje spijtig dat het zo kort is, maar we gaan zelfs nog wel de tijd krijgen bij Lieve van Gils om Peter van Petegem wat langer aan het woord te laten. En uiteraard doen wij ook alle inspanningen die mogelijk zijn om van Petegem straks in het journaal van 7 uur te krijgen. Nog wat cijfermateriaal. Het is voor de 62e keer dat de Ronde van Vlaanderen gewonnen wordt door een Belg. Na Tschmil 2000 hebben we nu weer Peter van Petegem. We gaan nog eens kijken naar een samenvatting, dames en heren. Mocht u een deel van deze rechtstreekse uitzending gemist hebben, er was een vroege vlucht met onder meer Jackie Durand en een paar sterke Duitsers. De mannen van Rabobank hebben de wedstrijd echt in handen genomen in de achtergrond. En de voorsprong van maximaal 14 minuten die ging snel slinken. Baldato deed het uitstekend op de Paterberg. En daar werd het peloton volledig uiteengeranseld.
Louise en Rich bleven het langst voorop. En Ben, de Italianen gingen erachteraan. Maar we wisten toen al een beetje dat de kopstukken, de echte topfavorieten, zich voorlopig gedijst hielden. Op de Koppenberg toch weer wat spektakel in negatieve zin. Een motor met bevoorradingsmateriaal die ging kantelen en daardoor dus achteraan in het peloton een barricade vormde. Dario Pieri heeft ook zijn ronde gereden, trok de aanval. Maar toen kwamen Matan en Guédon. En toen nam Van Petegem over. Magistraal was dat op de Bossenstraat van Museu. En Museu moest daar passen. Van Petegem met Matan en Bruylands even voorin. En Van Petegem maakte het helemaal klaar met Van den Broeke op de muur van Gerardsbergen. En dan trokken ze op die muur van Gerardsbergen naar de Kapelmuur. En Van den Broeke deed een laatste inspanning op de flanken van de Bosberg. En toen was het vooral tegen de wind in samenwerken. En dan die slotsprint. Van den Broeke trok aan. Maar er stond op Van Petegem gewoon geen maat. Hij nam de maat van Van den Broeke. Maar we hebben twee winnaars. We hebben Peter van Petegem op het hoogste trapje. En de wedergeboorte van Frank van den Broeke. En een Australiër op de derde plaats. Ook dat is iets nieuws. O'Grady. De minister-president Patrick de Waal. Die de prijzen uitdeelt. En dit kleinood, deze trofee, is van Fernand van der Planken uit Oost-Duinkerke. Een uitmuntend kunstenaar die vooral met brons werkt. Dat is een trofee die op iedere prijzenkast, in iedere prijzenkast, een heel voorname plaats krijgt. Prachtig podium, hè? Van Petegem, Van den Broeke, O'Grady. Ook dat hoestje is een beetje symbolisch. Het is de 14-daagse, drieweekse van het hoesten en proesten geweest. Maar oh god, ja. Het is over. Het is over. En we zijn in de breedte klaar voor Parijs-Roubaix. En zoals Museum nu in deze ronde van Vlaanderen gereden heeft, heeft werkelijk het pad geëfferd, dat mag je wel stellen. Willis Niels voor Frank van den Broeke. Dan moeten we rekening houden met het Museum in Parijs-Roubaix. Ja, misschien wel. Hè. Dus ik denk dat Johan nu een beetje hetzelfde heeft wat Peter had vorige week. Na een beetje een verkoudheid of een zware bronchit terugkeren. Peter had dat gevoeld in Waregem en Harelbeke. En misschien kunnen we dus wel op zijn sterkst ook verwachten in Parijs-Roubaix, denk ik. Maar tussen Parijs-Roubaix en deze Ronde van Vlaanderen, of omgekeerd tussen deze Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, is er ook nog geen twijfel. Ik ben benieuwd wat daar allemaal gebeurt. Heerlijk podium. Daar konden we eigenlijk alleen maar van dromen vooraf. Ik kan me wel voorstellen dat er nogal wat mensen waren die hier graag Museum zien staan hadden voor de vierde keer. Dat klopt. Daar horen we samen met vele andere commentatoren ook bij. Iedereen had het Museum gekund. Maar die ziekte van Museum de voorbije dagen, dat was geen lachertje. Nee, nee, nee. Dat is echt waar geweest. En dat heeft er natuurlijk wel een beetje genekt. Daarom durf ik zeggen, Museum toch maar mikken op volgende week. Van Petegem wint zijn tweede ronde van Vlaanderen. Zijn eerste van het seizoen. Maar wat voor een. Hendrik, hoe blij ben je? Heel blij. En, dat is een enorme opluchting. We hebben daar naar gewerkt en we hebben enorm veel kritiek gekregen met de ploeg. Dat nou precies ineens niks meer ging, maar we hebben toch een van de opperhaaien meegenomen. Jullie zijn er altijd zeer sereen in gebleven. Hè? En ik vind dit mooi. Ja, zeker. En voor ons is dat dus toch wel een erkenning dat we toch goed bezig zijn geweest. En de Ronde van Vlaanderen winnen, ik denk als Belgische ploeg, is toch een van de toppers. Felicitaties aan Van Petegem, maar ook aan het duo Redant, Sergeant. Van Petegem in de wereldbeker samen met Paolo Bettini met 100 punten, maar is de laatste winnaar, dus mag hij die trui dragen. Van den Broeke staat daar derde, Celestino vierde en Stewart O'Grady op de vijfde plaats. Ook dat heeft Van Petegem nog mooi meegenomen. En met Parijs-Roubaix in het verschiet, ja. Daar kan het, hè. Hoe krijgt die trui uit handen van de voorzitter van de Belgische Wielerbond, de pas herverkozen Laurent de Bakker. Dus nog even uitleggen hoe dat zit met dat reglement. Hij die de laatste wereldbekerkoers wint, de Ronde van Vlaanderen komt na Milan Sanremo, maakt de trui omhoog. Zo werkt het. En het is heel belangrijk, hè. Dus vandaag hadden we volgauto nummer 21. Ja. En nu hebben we volgauto nummer 1 voor Parijs-Roubaix. En mooi, mooi is dat Wim van Zevenhand hier nu aan de aankomst binnenkomt, dames en heren, op ettelijke minuten. Maar die mens is zo blij, want die ziet daar zijn kopman op het podium staan. Ja. Kijk, 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 kijk. Mooi is dat. Dat is echte blaadskap, hè. Echte vreugde, kijk. Daar heeft deze kerel zo hard voor gevochten de voorbije weken, de voorbije dagen. En nu is dat voor elkaar. Ook hij heeft hier zijn aandeel. Freddy Maartens is er weer in geslaagd om op het podium te komen. Freddy heeft een abonnement op de podia.
Blijkbaar wel, ja. Sanremo, nu Meerbeke, wedden we volgende week. Centraal op het middenplein. Dan gaat hij er ook weer zijn. Oké, goed. En nu gaan we naar Lieve. Ik wil nu al alle mensen bedanken voor deze hele fraaie uitzending. Ik bedank Mark voor de assistentie hier in onze cabine, Mark Vijverman. En ik bedank Hendrik Redant voor het co-commentaar. Lieve, het is aan u. Dankjewel, Michel, aan mij en aan Erik van der Aarde. Erik, Michel zei net, we hebben eigenlijk twee winnaars vandaag, bij wijze van spreken. Ben je het daarmee eens? Twee winnaars? Peter van Petergem wint de Ronde van Vlaanderen natuurlijk, maar de man die op het tweede schavotje staat, die maakt een indrukwekkende comeback vandaag. Ja, uiteraard, ik had het er straks ook al even aangehaald. Ik twijfel er altijd aan Van den Brugge. Wat hij in Gent laten zien heeft, was goed, was klasse. Maar als je dit kunt in een wereldbekerwedstrijd in de Ronde van Vlaanderen, dan ben je gewoon terug aan de top, zo simpel is het. Heb jij genoten van deze ronde? Ja, zeker. Begin van de finale was het zo'n beetje een rare finale met Bettini die lekkerheid vlak voor beneden aan de Quaremont dan toch vrij snel vooraan zat, vrij snel opnieuw een aanval. Museu die even alles opentrok en dan... En dan breekt, hè? Want Museu die maakte toch een uitstekende indruk. Ja, dat bewijst dat hij niet 100%, 100% is natuurlijk. Anders breekt hij niet. Als hij goed is, kun je doorgaan. Maar als je dan ziet dat Van Petergem onmiddellijk countert en doorgaat... Ja, hoe die overnam, dat was in de Ja, je ziet dat gewoon. Je ziet dat gewoon aan een renner of aan Van Petergem dat die super is. Anders kun je nooit de Ronde van Vlaanderen winnen. Ja. Hij krijgt dan Frank van den Broeke mee. Ze geraken met twee voorop. Jij had getipt op Peter van Petergem. Wist jij toen nog 100% zeker? Hij haalt het vandaag? Dat weet je nooit natuurlijk. Maar in een sprint met twee is in principe... Maar ja, wat is in principe na een wereldbekerwedstrijd Peter sneller en hij heeft het afgemaakt. En dat bewijst ook misschien dat Frank nog niet super is. Om dit soort wedstrijden te winnen moet je gewoon super zijn. Maar dat komt wel goed als hij Ik denk het wel. Als Van den Brugge zo rijdt, binnen 14 dagen luik Bassenaken-Luik. Later misschien Amstel Gold Race, 1 mei Frankfurt. We gaan hem zeker terugzien. Als je dit niveau mee kan nu, we gaan hem zeker terugzien. Ja, niet alleen chapeau voor Van Petergem en voor Frank van den Broeke, maar ook voor enkele andere Belgen. Want de vraag was welke andere Belgen kunnen hier nog meespelen. Museum hebben we al genoemd, maar we hebben nog twee andere Belgen in de top 5. Dave Bruylands en Nico Matan. Ja, Bruylands, Matan. Ja, het is de Ronde van Vlaanderen en iedereen verwacht altijd de grote namen van Petergem, Museu, Van den Brugge. We zijn toch 1 en 2 van de Brugge, of Matan is vrij vooraan. Ik vind dat de Vlamingen en de Belgen toch zich heel goed laten opmerken. Misschien eens horen hoe de protagonisten er zelf over denken. Renaat Schotten die staat nu bij Dave Bruylands. Proficiat, wat een prachtige wedstrijdrijdje, maar niet mee voor de zege. Het was moeilijk, hè? Ik was op presto, volledig choco. Goh, ik zat erdoor bijna. Het was echt lastig. Ik had dat in Berendries eigenlijk doorgetrokken. En dan de Andrino op de Ten Bossenstraat ging museum. En dan achter Van Petergem gereden met Van den Broeke. Goh. Bij vijf krachtige kost. Van den Broeke en Van Petergem zonder discussie de sterksten op de muren. Ja, ze rijden weg op de muur. En ik moest daar passen. Ik moest ze laten rijden daar. Ja. Knappe prestatie. Gefeliciteerd, Dave. Het is lastig. Ik heb nog een paar jaar voor hier een keer echt voor de overwinning mee te strijden. Het is de eerste keer dat ik echt de finale rijd. Succes volgende keer. Bedankt, Dave. Matan. Dat was Dave Bruylands bij Renaat Schotten. De winnaars staan hier naast mij. Eerst en vooral Wim van Zevenhand, ploegmaat van Peter van Petergem. Een dolgelukkige Wim van Zevenhand, hè Wim? Inderdaad, ik werk al enkele jaren met Peter en nu is het echt het orrelpunt. Het is onbeschrijfelijk. Toen ik hoorde dat Peter won, zat ik bijna te wenen op mijn fiets. Ja, want jij bent niet alleen een ploegmaat, jij bent echt zijn luitenant, hè? De man die het werk voor hem opknapt. Hè? Ja, ik probeer Peter zo mogelijk te beleiden en ik ken hem ook al een beetje door de jaren heen. En ja, nu is het echt ongelooflijk. En we hebben
een gans jaar werken we naar deze koers toe en we hebben veel klappen gekregen in het voorjaar, maar nu staan we er toch godverdomme. Zo mag je dat wel zeggen. Heeft verantwoordelijkheid ook genomen in die koers, dankzij jou en Mark Wouters, denk ik. Halen jullie die 8 Italianen terug, hè? Want dat zag er even akelig uit. Ja, Peter kwam ook bij mij en zei, ja, de koers is gedaan. Ik zei, ja, rustig, rustig. En toen kwam Mark vragen, gereden jullie mee? Ik zei, Peter, ik krijg toch geen finale. Ik ga er voluit voor. Ik en Mark hebben ons volledig dubbel geplooid en zijn we reden er naartoe. En dat was voor mij het licht uit, maar naar het horen was Peter dan supersterk. Ja. En een opluchting voor de ploeg toch ook wel, denk ik, hè? Want die hebben nogal wat kritiek gekregen de voorbije weken. Inderdaad, dat was een beetje, het was een gezonde prikkeling. Ze moeten nog meer doen zo. Maar ik denk nu dat we gesproken hebben met de pedalen en niet zoveel met de krant. Wat ga je nu doen? Heb je Peter al gezien? Ik heb hem net gezien toen hij op het podium stond. Goed voor geen tekening mee te maken, zeker. In zijn nek springen? O ja, dat ook. En kussen? En nog een lange nacht, denk ik. Groot gelijk. Maar veel plezier, profiteer ervan. Wim van Zevenhand, dat heb je dubbel en dik verdiend. Praat ik nog even met de manager van de ploeg. Iets beheerster, Mark, maar even dolgelukkig binnenin, denk ik. Hè? Ja, hij komt nog maar net binnen. We zijn al een tijdje binnen. Dus, ja. Ja, want hij rijdt eigenlijk maar net over de streep. Hè? Heeft ja, maar hij heeft schitterend gewerkt. Ja. Ja. Opluchting, ook bij jou? Ja, grote opluchting en ook bevestiging wat we, van hetgeen dat wij dachten, dat hij echt er klaar voor was, 110%. Eigenlijk een beetje een half mirakel, omdat hij toch pas 14 dagen terug ook ziek was. En dat hij op een heel korte tijd toch gerecupereerd is en tot dit niveau al in staat was. Ja, hij wist het, hè. Hij kwam uit de pannen, ijzersterk, en hij durft het dan ook zeggen. Hè? Ik ben er klaar voor, ik kan hier winnen. Ja, dat is Peter. Als hij er klaar voor is, dan zegt hij het ook. Maar dat wisten wij, we hebben hem zien groeien. De eerste dag in de pannen in Herzelen. In Zottegem, sorry. Dan had hij toch een flits laten zien. Dat iedereen bijna zeker van was van ja, hij is er klaar voor. Ja, dat kun je achteraf natuurlijk makkelijk zeggen, hè Mark. We wisten het, hij was er klaar voor, maar je moet het nog afmaken. Natuurlijk, dat is dit seizoen nog niet te veel geluk. Nee. Wel dwars door Vlaanderen kunnen winnen. Maar die kritiek, dat moet toch knagen en op de duur word je dan toch onzeker. Dat knaagt, ja. Niet alleen bij mij, maar ook bij de renners begint dat zo'n beetje een zenuwachtigheid op te roepen. En dan doen ze dingen die ze niet moeten doen. Zoals? Ja, anders koersen. Soms, ja. Niet beredeneerd, maar ik denk dat ze vandaag een perfecte koers gereden hebben. Wij hadden niet de sterkste ploeg, maar we hebben ze goed gebruikt op de goede momenten. Ja, revanchegevoel? Nee, toch absoluut een beetje, niet. Nee. Het was voor ons heel goed dat Van den Broeke mee zat. Trouwens ook chapeau voor waar hij al staat na al wat hij tegengekomen is. En ja, de achtervolgers waren met 9, maar die komen toch ook geen meter dichter. Nee, en het is nog niet gedaan, hè? Ik bedoel. Deze buit is binnen, maar woensdag is er Gent-Wevelgem. Ja. Dan doet Robin McEwen weer mee zeker. En dan volgende week ook nog Parijs-Roubaix. Ja, ik heb zo vermoeden dat Peter dit niveau een tijdje kan aanhouden. Omdat dit nog maar net de eerste koers is die terug helemaal goed is. En nu komen ze kort op elkaar, zoals u zegt. McEwen die is er vanaf woensdag terug bij. Dit smaakt naar meer. Ja. Dus het hoeft nog lang niet gedaan te zijn voor Lotto Domo. Bedankt, Mark Sergeant. Ik zei het al, er zijn nog Belgen die een rol van betekenis hebben gespeeld. We hebben Dave Bruylands net gehoord. En we hebben ook een interview klaar met Nico Matan. Nico Matan, jouw beste ronde ooit, hè, zonder discussie. Ik durf degelijk toch wel zeggen de beste man in koers. Want ik heb zelf de ontsnapping gecreëerd met Gizon. Ik heb één minuut in ganse koers. Geen slecht moment gehad. Het was 1 minuut op de muur. Ik ben niet explosief aan de muur. Het is mijn zwaar beest en ik kon er niet. Ik wist dat de sterkere daar ging wachten. Maar ik voel me toch wel. Ik weet niet, het is aan jullie om te horen, maar ik voel me toch wel de beste man in koers. Maar bon, ja, dat is even vet meer natuurlijk. Toen Museeuw ging op de bossen, ging Van Petegem erover. En ja, jij kon ook nog volgen, hè? Nou, maar ik zei het, ik zat de hele dag volledig op mijn gemak. Ik heb nooit dat blok gezien, bijna. Ik heb 1 minuut slecht gehad, het was op de muur. Maar nog niet echt slecht, maar ik passeer gewoon weg. Geen helling die te steil is. Ik weet niet hoe dat komt, het is altijd hetzelfde. Het is jammer dat ze zo wegrijden, maar ik zei het, ik heb 1 minuut slecht. 1 minuut slecht gehad, het was op de muur en dat is heel jammer. Want in de achtervolging zat ik echt op mijn gemak. Ik heb nog geprobeerd de laatste kilometer, maar bon. U duurde heel lang voor de koers explodeerde. Was de indruk van buitenaf, klopt dat?
Ja, ik heb van in het begin voortdurend in het wiel van Museo gezien. Ik zag wel dat Johan toch wel wat last had van zijn verkoudheid, dat hij niet top was. Dus het duurde heel lang, ja, omdat Rabobank was toch precies... Er was geen enkele sterke ploeg. En, maar ik denk dat we de sterker toch vooral waren voor de BN. En van Peter, maar het is jammer dat... Ik vind het heel jammer dat ik er niet bij was, want ik had gewoon mijn plaats om erbij te zijn bij Frank en bij Van Petegem. Ik zei dat ze zijn weggereden op de muur. Ik heb nog geprobeerd aan de voet van de Bosberg om er naartoe te rijden, maar dat was onmogelijk alleen. Wat is heel jammer, ik voelde me de sterkste man in koers. En zo moet, maar bon, ik ging toch niet kunnen winnen tegen. Was ik mee met Frank en met Peter, dan was ik toch derde. Oké, okay. Bedankt. Proficiat met de prestatie, toch Nico Matan. Ja, felicitaties voor Nico Matan. Erik van der Aarde, die inderdaad een ongelofelijke ronde van Vlaanderen gereden heeft. Hè? Ja, uiteraard. Als je in beeld rijdt, als je mee in de aanval zit, als je mee de wedstrijd kunt maken in de Ronde van Vlaanderen, Vlaamse renner, Nico Matan, dat is natuurlijk schitterend. Ja, maar het applaus dat we horen en ja, de liederen die worden aangegeven, die zijn voor Frank van den Broeke. Dat is ook natuurlijk. Frank, proficiat met je tweede plaats. Iedereen staat ervan te kijken, hè, wat je hier voor elkaar krijgt. Ja, ik heb eigenlijk toegeleefd naar die koers sinds van de winter, in het begin van het jaar. Ik weet dat ik op een heel goede niveau rijd. Ik was al mee in het volk. Dat doe je niet zonder goed te zijn. Ik mankeer wel nog iets in die koers, like Waregem, Harelbeek. Word ik nooit gelost op de helling, ging ik altijd met de best mee. Maar het mankeerde een tikje zo. En dan heb ik echt de laatste twee weken echt toegeleefd. Echt alles voor gedaan, mij gesoigneerd like nooit. Ik voel ja, dat er maar die klein procent mankeert. En vandaag zijn ze erbij gekomen. Dan kan ik weer iets groot laten zien. Ja. Ja, want het ging inderdaad nog altijd een beetje op en af en op en af. En in de driedaagse voelde je dan van, ik zit tegen mijn beste vormpeil aan? Ja, ik was er dicht. Alleen was ik een klein beetje verstopt, ze de neus en zo. Dan die 3-4% waren een beetje minder. Maar ik rijd de pan ook in het voorzicht van vandaag. Ik heb gezegd nog een keer echt toegeleefd. En van de morgen was ik hyper geconcentreerd. Ik heb alleen gevraagd voor een klein beetje mee kunnen sparen voor het finale, omdat ik wist dat automatisch waar in komen met die helling. Het was niet de bedoeling, mijn bedoeling, voor al van ver aan te vallen of iets. En in Ten Bosch, als Peter Wijs geweest, ja, hij was de sterkste op deze moment. Maar de manier waarop je er naartoe rijdt? De manier waarop ik naartoe rijd was ook goed. Maar dan op de muren op de Bosberg waren wij denk ik even goed. Maar het probleem is dat Van Petegem heel snel is. Op de Bosberg heb ik alles geprobeerd, maar... Ja, daarom probeer hij natuurlijk op de Bosberg weg te rijden van hem? Ik probeer weg te rijden van hem, maar... ja, het lukte niet. Het lukt alleen niet. Ja, dan had ik Bettini niet meer of Johan achter voor te speculeren voor de spur. Dan heb ik gereden tot de laatste kilometer. Daar heb ik gezegd dat ik de sprint ging doen, niet meer ging overkomen de laatste kilometer. Maar dat zeg je dan tegen hem? Dan spreek je af, we sprinten ervoor. Nee, ik heb gezegd dat wij ervoor sprinten, omdat... Ja, daarachter was ook niemand van de ploeg. Ik moest ervoor gaan, maar ik wist dat mijn kans heel klein was in de sprint. Oké, okay, goed. We hebben ook een interview met jouw ploegmanager, Patrick Lefevre, over jou natuurlijk. Ik stel voor dat we daar ook eerst even naar kijken nu. En wat ik persoonlijk vond, dat Frank veel meer kans had als hij niet mee was met Van Beek, omdat hij bij die achtervolgen zat. Maar ja, dan kreeg je waarschijnlijk heel Vlaanderen over ons dat we niet wouden rijden. Maar in feite, als je echt wou tactisch koersen, dan moest je hem niet laten meerijden met Van Beek en we laten hij lopen. En, daar had je veel meer kans, want dat was Van Peter de favoriet en ging je moet niet iedereen weer halen. Is dat dan de enige reden waarom je hem laat meekoersen, de publieke opinie? Ik heb eigenlijk wel een lak aan de publieke opinie, maar aan de andere kant, Frank komt uit een heel groot taal en de tweede plaats zal hem de moreel geven dat hij misschien tot een toe nog te kort gekomen was. Een zeer gevaarlijke kant voor de Waalse klassiekers is een understatement. Ja, jullie praten al van de Waalse klassiekers, er komt nog wel wat rijden. Hier staat Parijs op, hè. Dus laat ons koers per koers voortdoen zoals dat we weten. Michel, op de Bossenstraat gaat hij, Van Petegem komt erover, dan hebben we Johan niet meer gezien. Wel, ik heb van de week al gezegd dat het een mirakel ging zijn als hij reed tenminste. En, we zijn er voorbij gereden en het was precies een hoesconcert. Dus hier op een bepaald moment heel veel moeten meespringen.
En een bepaalde zone rond de Gahoek, waar dat hij wat geïsoleerd zat. En misschien had hij daar een klein beetje meer zijn krachten moeten kunnen sparen als er meer ploegmaatsen geweest waren. Maar ja, ik klaar niet. Als je weet dat we van de week niet eens al vier renners raken van vandaag, dan is het al bij alle goed. Het komt goed voor Parijs op dit moment. Daar kan ik ook vandaag niet op antwoorden. Het is een vraag voor de dokter. Het is zeker een vraag voor de dokter. Hij heeft de koers uitgereden, maar hij hoest. En, ik hoop alleen maar dat het weer beter wordt. Ja, Patrick Lefevre had het over Parijs-Roubaix. Dat komt er nu aan. Als je tweede kunt worden in de Ronde van Vlaanderen, dan kun je Parijs-Roubaix winnen, Frank. Ik wil absoluut in koers winnen. De vier koers die mij nog overblijven tot het... Ja, tot het einde van het voorjaar. Ik spreek van Roubaix, Amstel, Walse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Zeker met de paar procent dat ik bij heb gekregen vandaag ook. Ik moet in staat zijn voor die vier koers te kunnen winnen. Maar ik zag één van de vier en ik ben een heel gelukkige mens. Okay, wij met jou bedankt, Frank van den Broeke, en welkom.